Het derde webinar van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde en het eerste in 2021. En het onderwerp is kinderen en duiken. We zijn een beetje wat later begonnen omdat er een geweldige toeloop is aan belangstellenden. En die moesten allemaal nog een plekje hebben in deze Zoom-vergadering, op deze Zoom-bijeenkomst. Maar nogmaals, welkom. En namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde, hartelijk welkom. Het programma voor vanavond. De inleiding door mij, dat is duidelijk. Dan komt er een presentatie van Guy Thomas. Kinderen en duiken, risicomanagement. De presentatie van Kees den Toon. Instructeur met een lange staat van dienst. Straks komen daar de details van. Dan komt er een korte pauze. Dan de presentatie van Guy van den Hoven. Nou, die ook een geweldig duikleven achter zich heeft, maar ook met allerlei wetenschap. Ik houd een heel kort verhaaltje over de step dive. Een heel bijzonder gadget, misschien nuttig. En tenslotte Martijn Buwalda en Bram Quirido over het nieuwe, de upgedate, om het zo te zeggen, standpunt van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde over kinderen en duiken. Interactie. Hoe meer, hoe beter. Stel vragen via de Q&A-functie en niet via de chat. En kijk goed of iemand die vraag al gesteld heeft, want dan komt mogelijk de upvote meer naar boven. Een belangrijk deel van de vragen, zoveel mogelijk, worden beantwoord tijdens de Q&A, tijdens de webinar. En mocht er toch nog vragen overblijven, dan zullen die zeker de e-mail gestuurde vragen beantwoord worden tijdens of na de webinar. Af en toe komt er een poll voorbij en Asscher zal even een testpoll doen. Een testpoll. Hoe lang willen jullie straks de koffiebreak hebben? Nou, dan kan je dus aanklikken en je keuze kenbaar maken. Oké, Asscher. Ja, we zitten er bijna. 88%, 90%. Zo. Nog een aantal mensen stemmen. Oh, dat gaat snel. Okay. Gaat vrij snel. We zijn er bijna. Oké, gaan we al sluiten. Yes. Oké. En? Resultaten. Nou, dat is duidelijk. 10 minuutjes. 10 minuten, dat wordt het. Goed zo. Accreditatie. Nou, dat is ook een duidelijke zaak. Eigenlijk is... je moet natuurlijk de hele webinar hebben gevolgd. En je krijgt morgen per mail een toets toegestuurd. En die moet je invullen. En minimaal 70% goed betekent dat je de punten krijgt. En dat wordt allemaal geregeld door onze webmaster Asscher Quirido. Nou, het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde wenst u nogmaals een goed en leerzaam webinar toe. En dan komt de eerste presentatie van Guy Thomas, Director of Safety van de DEN, duikinstructeur, trainer, duikrijder op een SAR-helikopter en nog veel meer. En Guy, aan jou zou ik zeggen het beeld. Bedankt, Diederik. Zoals jullie merken, mijn video is geblokkeerd. Dit is heel eenvoudig, omdat ik in een klein dorpje woon in Italië. En de internetverbinding is hier heel slecht. Het is sneller een bericht te sturen met een postduif dan via internet hier. Dus daarom ga ik ook mijn camera desactiveren, want anders ga ik vreemde gezichten trekken tijdens de presentatie. Ik ga onmiddellijk mijn scherm delen met jullie. Het zou dit moeten zijn. En dan fullscreen. Nou. Eerst en vooral bedankt aan de NVD voor de uitnodiging en het initiatief. En welkom natuurlijk aan iedereen bij deze presentatie over kinderen in duiken. In deze presentatie wil ik het met je hebben over de risicobeperking en de verantwoordelijkheden die samenhangen met duiken en met onze kleinere duikmaatjes. Mijn naam is Guy Thomas en ik ben de Director of Safety voor DEN Europe. Ik ben vroeg begonnen
En hier is dan ook ineens een foto van mij tijdens mijn eerste duik. Grapje natuurlijk. Helemaal geen foto van mij, maar toch wil ik een foto delen na mijn eerste geslaagde duik. Oh, dit is het ook niet. Ik hoop dat iedereen wel begreep dat het niet ik was op de foto's, maar wat wil ik hier laten zien? Ten eerste zijn we niet geboren om als duikers. En ten tweede zijn we niet gemaakt om onder water te leven, tenzij we vandaag dolfijnen in ons publiek hebben. En inderdaad, die vintage foto die je momenteel ziet, dat ben ik als 16-jarige tijdens mijn eerste duik. Dus ik ben zelf toch wel redelijk vroeg begonnen. En het was trouwens ook nog in Nederland. Om van het duiken te kunnen genieten, moeten we dus allemaal op een veilige manier duiken en leren duiken. Daarom nemen we deel aan duikcursussen, kopen duikmaterialen waarmee we ons goed voelen, bereiden we ons voor om te reageren in noodsituaties, zorgen we er natuurlijk voor dat we fit zijn om te duiken en zijn we natuurlijk lichamelijk en geestelijk voorbereid om voor de duikbody te kunnen zorgen. Of beter, dat is wat de volwassenen doen. Maar de vraag die bij mij opkomt is, zijn kinderen kleine volwassenen? Even een vraag voor jullie. Hoeveel vlinders zien jullie op deze foto? Waarschijnlijk zien jullie geen vlinders, want wat je ziet is een rups die, wanneer hij volwassen wordt, eigenlijk in een vlinderpas verandert. En hoeveel volwassenen zie je op deze foto? Waarschijnlijk nul. Ik denk dat we allemaal een kind zien dat aan het autorijden is. En we denken waarschijnlijk ook dat het helemaal geen veilige situatie is. Ze kan de weg niet zien. Haar benen zijn waarschijnlijk te kort. Ze is niet lang genoeg. En hoe zit het met de reactietijden? Zou het kind dan ook blokkeren in geval van een aankomend ongeval? Een redelijk logische redenering die bij ons opkomt. Maar laten we terugkomen op de vraag, is een kind een kleine volwassene? Het antwoord is natuurlijk nee. Tot de leeftijd van 8 jaar bereiken de longblaasjes hun maximum nog niet. Maar zelf bij de 8-jarigen is de diameter van de luchtwegen en ook de longelasticiteit niet volgroeid. En zo flexibel als bij volwassenen. Dit leidt tot een hogere ademinspanning, die nog hoger zal worden vanwege de verhoogde druk op diepte. Dan heb je het hogere sluitvolume, of het volume in de longen, waarbij de kleinste luchtwegen, de respiratoire bronchiolen, instorten. Bij volwassenen is dat normale sluitvolume of het sluitvermogen kleiner dan het restvolume. Dit betekent dat normaal gesproken voldoende lucht is om de luchtwegen open te houden tijdens de in- en de uitademing. Maar bij kinderen is dit niet het geval. En kan het hogere sluitvolume leiden tot een luchtinsluiting en uiteraard uiteindelijk in een pulmonaal barotrauma. En astma bijvoorbeeld kan dit enkel nog maar erger maken. We weten ook dat er een verhoogd aantal luchtinfecties zijn bij kinderen en die kunnen natuurlijk ook weer leiden tot een verhoogde kans op een luchtwegobstructie. En hoe zit het dan met de goede oude buis van Eustachius? Zoals we allemaal wel weten is die erg belangrijk bij het duiken. Deze buis is smaller en korter in vergelijking met volwassenen en heeft een meer horizontale positie. Onthoud dan ook dat de middenoorproblemen in de kindertijd relatief vaak voorkomen en oorproblemen bij duikers is het meest voorkomende duikgerelateerde ongeval. En met die twee gegevens weten we natuurlijk of begrijpen we onmiddellijk dat oorproblemen bij kinderen een zorg is. Kinderen zijn ook gevoeliger voor warmteverlies dan volwassenen, omdat de verhouding tussen het lichaamsgewicht en de lichaamsoppervlakte hoger is. Dat komt vooral door een lager percentage lichaamsvet. Ze verliegen dus eigenlijk sneller de temperatuur en hebben een hoger risico op onderkoeling. Wat ook weer een gevolg is, of gevolgen geeft, hun motorische en hun cognitieve vaardigheden die worden daardoor beïnvloed. En dat dan kan toch weer leiden tot een verwarring en disoriëntatie. En hoe zit het met hun onvolledige botgroei? Hoewel niet wetenschappelijk is bewezen wat het werkelijke effect is van de bellen bij kinderen op de groeischijven in de lange botten, is het duidelijk dat het geen idee is om een kind te laten rondlopen met een zwaar gewicht op de rug. Het is natuurlijk het laatste dat je wilt dat er musculoskeletale problemen zijn als gevolg van een te zware belasting van het kind. Een ander probleem dat moet worden overwogen is het beperkte vermogen om wiskundige en natuurkundige wetten te begrijpen.
En zelfs als ze een wiskundig probleem zouden of een berekening zouden kunnen uitvoeren, is het nog geen garantie dat ze eigenlijk werkelijk begrijpen tot welk hypothetisch probleem dat zou kunnen leiden. Ze kunnen je misschien vertellen dat een volume van 10 liter op 20, of 10 liter op 20 meter, een volume van 20 liter aan, 10 liter, sorry, op 10 meter, een volume van 20 liter aan de oppervlakte wordt. Maar ze zullen nog altijd, of ze kunnen nog altijd problemen hebben met het toepassen van deze info. En dan denk ik aan een duiksituatie zoals opstijgingen, afdalingen of het gebruik van de trimvest. En dan hebben we emotionele instabiliteit. Vele ouders zullen begrijpen waar ik het over heb. Maar denk ook aan het verhoogde stressniveau en de emotionele reacties die daarmee gepaard kunnen gaan. Of denk aan de reactie van het kind op sommige prikkels, hun verminderd concentratievermogen of zelf problemen zoals ADHD en hun beperkte cognitieve denken. De corrigerende reactie van het kind op een fout, zijn oordeel als het gaat om de veiligheid, de reacties op onvoldoende gebeurtenissen, die kunnen heel anders zijn dan bij volwassenen. En dat brengt men bij een beperkt vermogen om zich, voor zichzelf of voor anderen te zorgen. De vraag is, wat als een buddy moet worden gered? Is het kind daarvoor in staat? Wauw. Dat was best veel info op één dia, maar de vraag is natuurlijk, wanneer is het kind dan klaar om te gaan duiken? Wel, er zijn een paar componenten die eigenlijk suggereren of een kind klaar is om een duikcursus deel te nemen of een goede kandidaat is om te duiken. Het eerste is de medische geschiktheid. Dan hebben we de psychologische volwassenheid of de psychologische groei of rijpheid. Het kind moet natuurlijk kalm en rationeel kunnen blijven. Moet niet vatbaar zijn voor emotionele uitbarstingen. Niet vatbaar zijn voor angst in onvertrouwde situaties. Fysieke groei of fysieke volwassenheid. We denken hier dan bij dat het kind moet kunnen zwemmen en zich moet prettig voelen in en rond het water. Het kind moet ook natuurlijk sterk genoeg zijn om de uitrusting te kunnen dragen en zelfs er een tijdje mee te kunnen rondzwemmen. Educatieve volwassenheid. Het kind moet zelfstandig eigenlijk kunnen leren en meestal dan nog van materiaal dat eigenlijk voor volwassenen gemaakt is. Kennis of educatieve ontwikkeling, en dan denken we aan kennis. Ze moeten zich kunnen concentreren en waar nodig is, moeten ze vragen kunnen stellen. En die vragen stellen aan iemand die niet bekend is in hun omgeving, is niet zo voor de hand liggend. Ze moeten ook begrijpen eigenlijk wat ze aan het leren zijn en hoe dat van toepassing is op de duiken die ze gaan maken. Vaardigheden, het klinkt misschien logisch, maar net als volwassenen moeten ze alle vaardigheden kunnen doen eigenlijk om op een veilige manier te kunnen duiken. En als laatste, en het is ook vet gedrukt, het verlangen om te duiken. En er is een reden waarom dat vet gedrukt is. Het verlangen om te duiken moet van het kind komen en niet omdat de ouders het willen. Dus op dit punt heb ik nog een vraag waarover we kunnen nadenken. Is dit allemaal de verantwoordelijkheid van een dokter? Ik ga deze vraag nog niet beantwoorden, maar denk erover na tijdens mijn presentatie. We komen er later nog op terug. Ik had het over het medisch geschikt zijn onder de medische kwestie die artsen in overweging moeten nemen tijdens een medisch fit-to-dive duikonderzoek. Er zijn problemen met het binnenoor en de sinussen natuurlijk, omdat het de meest voorkomende problemen zijn. Maar ook musculoskeletaal, ademhalingssysteem, cardiovasculaire gezondheid en het centrale zenuwstelsel. En hoe zit het met de psychologische volwassenheid of de maturiteit van de jongere duikers? We moeten ons afvragen, zal hij of zij makkelijk afgeleid worden? Zal hij of zij in staat zijn geconcentreerd te blijven? Kinderen hebben normaal gesproken een groot avontuur, een gevoel voor avontuur, maar een laag risicobewustzijn, wat dan weer een verhoogd risico op een duikgerelateerd probleem kan opleveren of kan betekenen. Kinderen gebruiken ook concreet denken en zijn minder in staat om adequaat te reageren in situaties die anders zijn dan die beschreven zijn door de instructeurs. En omdat er geen specifieke psychotechnische test is om het vermogen van een kind bestaat om die te beoordelen, moet er in elke trainingsfase eigenlijk een soort van psychologische evaluatie worden uitgevoerd om te zien of het kind wel geschikt is. En zoals ook voor uzelf telt, kan het kind de stress van de onderwateromgeving aan.
En een van de belangrijkste dingen die je moet begrijpen is, voelt het kind zich comfortabel in het water? Indien niet, dan is het nog iets te vroeg om te gaan duiken. Fysieke volwassenheid. Hier moeten we rekening houden met ergonomische aspecten. Het gewicht en de grootte van de duikuitrusting in vergelijking met de lichaamsstructuur van het kind, daar komen we straks ook nog op terug. Vergeet niet dat thermoregulatie een belangrijke kwestie is. Je hebt kinderduikpakken nodig met een geschikte dikte. Een volwassen is misschien oké in een pak van 5 mm, maar een kind die heeft misschien op 5 mm niet voldoende, moet een 7 mm pak hebben, afhankelijk natuurlijk van bestemming tot bestemming. Men moet ook rekening houden met de kracht van een kind. Het is niet hetzelfde als van die van een volwassene. Het kind moet met die uitrusting naar het water kunnen lopen, vooral in Nederlandse wateren. Wat voor soort duik zal het kind doen? Hoe zit het met de stroming? Allemaal dingen die in overweging moeten genomen worden. En hoe zit het met de buddy? Kan het kind de buddy redden? We hebben het daarnet ook al gezegd. Zal het kind de buddy of zelf de ouder kunnen redden? Of zal hij gewoon getuige zijn van een eventuele dood in geval van een ongeval? Toch dingen die we in overweging moeten nemen. En de last of not least, kan het kind zwemmen of kan het kind goed zwemmen? Indien nog niet, of indien de antwoord nee is, dan is het ook nog geen goed idee om ermee te gaan duiken. Een andere factor die ik eerder noemde, is de educatieve volgroeitijd of maturiteit. Denk maar eens aan de volgende vragen. Is een kind in staat te luisteren en te begrijpen? Is een kind in staat de regels op te volgen? Is een kind in staat om angst te herkennen en te interpreteren? Is het in staat om een hypothetische situatie te kunnen interpreteren? Is het in staat om adequaat te kunnen reageren als het gestrest is of als het bang of gefrustreerd is? En is het kind in staat problemen te communiceren, hulp te vragen en hulp te kunnen bieden? Dingen waar we voor volwassenen eigenlijk niet zoveel aan denken, die krijgen nu op in dit geval een prioriteit. De vraag is echter, is de instructeur ook in staat om de bovenstaande zaken te begrijpen en die vragen correct te kunnen beantwoorden? Want het is de instructeur die het meest met het kind zal te maken hebben. Dan komen we op het verlangen om te duiken. Het is heel belangrijk, wil het kind leren duiken of doet er een cursus vanwege de druk die de ouders eigenlijk op het kind hebben uitgeoefend? En is het kind bang om toe te geven dat het eigenlijk geen zin heeft om te duiken? Natuurlijk, ouders dwingen hun kinderen nooit om duikers te worden en ze vinden dat eigenlijk ook helemaal niet schattig. Ofwel, een onschuldig geboortekaartje op het scherm nu, een schattige foto van de babyduiker. De ouders bieden aan hun kinderen iets speciaals aan, iets wat ze leuk vinden. Dus we nemen het een stapje verder, we gaan de kinderen in een kooi steken en daar heb je hem, de good old Jaws. En mensen zien geen veiligheidsproblemen met dit soort activiteiten voor kinderen. Dus laten we eerlijk zijn, ouders delen graag hun passie. Dat is zo voor activiteiten zoals voetbal, fietsen, muziek en dat telt ook voor duiken. Dus de vraag of het kind ook wil duiken zou moeten worden gesteld of beter... De instructeurs of wij of iedereen zou moeten kunnen begrijpen door te praten met het kind of dit echt iets is dat het kind zelf ook wil. Laten we het dan maar hebben over duikcursussen en ervaringen voor duiken met kinderen. En dan hebben we een vraag, wat is er nodig om een kind te laten deelnemen aan een veilige duikcursus? Wel, allereerst heb je aangepaste standaards nodig en de duikorganisaties hebben hier de afgelopen 15 jaar hard aan gewerkt. Maar hoe zit het met aangepast educatief materiaal? Er wordt meestal materiaal voor volwassenen gebruikt. Dus men moet de beperkingen begrijpen die dit met zich eigenlijk meebrengt. Volwassenen materialen voor kinderen is natuurlijk niet de beste oplossing. We moeten dan ook werken op een manier dat garandeert dat kinderen alles begrijpen en kunnen toepassen. Maar dan komt weer de vraag, zijn de instructeurs daarvoor opgeleid? We kunnen ook niet negeren dat de juiste duikomstandigheden en uitrusting er moet zijn, dat dat nodig is. En in sommige regio's kunnen de speciale duikomstandigheden betekenen dat de leeftijdsgrens eigenlijk naar boven moet worden gebracht, ondanks de normen van de duikorganisatie. We denken dan aan speciale duikcondities, kan temperatuur zijn, klimaat, stroming, kan alles zijn. Waarbij we moeten rekening houden om de leeftijd toch naar boven te halen. En over die leeftijdsgrens gesproken, ik noemde normen.
Op enkele uitzonderingen na zijn dit de meest voorkomende normen onder de duikorganisaties, vooral leeftijdswijs. Tussen de 5 en de 8 jaar mogen ze deelnemen aan ervaringen met snorkelingen en duiken aan de oppervlakte. Dus eigenlijk, ze hebben wel een duikautomaat in de mond, maar ze duiken eigenlijk niet, ze snorkelen ermee. Tussen de 8 en de 10 introductieduiken in het zwembad, beschut water met een dieptebeperking. Over de 10 jaar mogen ze deelnemen aan in junior duikcursussen of junior open water of junior eenster cursussen. Ook hier weer met dieptelimieten om eigenlijk ongevallen een beetje te voorkomen. En vanaf een leeftijd van 10 jaar dan zien we ook dat ze kunnen deelnemen aan enkele specialty cursussen. Niet allemaal, maar aan enkele. Duikorganisaties voegden ook andere normen toe, zoals een diepte- of tijdslimiet, en kunnen ook limieten met betrekking tot het soort van duiken dat het kind kan doen hebben. Maar de vraag is ook weer hier, kent de instructeur en later ook de buddies van die kleine duiker die limieten? Of zijn ze alleen maar gefocust op de leeftijd en de dieptelimiet tijdens de opleiding? En na de opleiding verandert dan alles. Ik noemde het daarnet, aangepast educatief materiaal. De grote vraag is natuurlijk, zal het kind het materiaal voor volwassenen begrijpen? Is het te ingewikkeld? Is het niet duidelijk genoeg? Heeft de instructeur de nodige materialen om bepaalde concepten en informatie uit te leggen in een manier waarop het kind het zou begrijpen? Dit heeft zeker te maken met de leeftijd, maar ook weer hier, hoe zit het met de instructeur? Is die er eigenlijk klaar voor? In Italië is er een project dat noemt Scuola da Mare. Het is een Dan en een Paddy Project Aware initiatief, waarbij instructeurs, scholen en kinderen eigenlijk, waarbij instructeurs scholen benaderen, kinderen benaderen, groepen benaderen, om eigenlijk kinderen te leren duiken. En eigenlijk doen ze dat niet enkel om ze te leren duiken, maar ook om ze wat waarde te geven over ecologische kwesties, het beschermen van het milieu. Geweldig goed initiatief, maar wat er speciaal is, dat ze eigenlijk materiaal gebruiken dat op kindniveau gemaakt is. Dus in plaats van volwassenen materiaal te gebruiken, gebruiken ze materiaal dat aangepast is om bepaalde concepten op een eenvoudige wijze te kunnen uitleggen. Natuurlijk afhankelijk van de leeftijd. Ik heb de vraag al een paar keer eerder gesteld. Is de instructeur opgeleid om kinderen les te geven of gaat het alleen maar om een standaardwijziging? Begrijpen ze de medische problemen die typisch zijn voor duiken met kinderen? Met ze wil ik natuurlijk de instructeur zeggen. En hetzelfde geldt voor de lichamelijke en de psychische problemen. Heeft de instructeur voldoende kennis om deze limieten te begrijpen? Zijn ze in staat om de educatieve volwassenheid te evalueren of kijken ze alleen maar naar de leeftijd wanneer het gaat om een kind te laten deelnemen aan een cursus? En weten instructeurs hoe wij met kinderen moeten omgaan? Niet elke ouder weet hoe zij de hele tijd met zijn kinderen moet omgaan. En als we dan toch over ouders hebben, weet de instructeur hoe eigenlijk met die ouders moet omgaan. Die ouders kunnen best opdringerig zijn, het kind onder druk zetten en eigenlijk moeten die ouders misschien ook wel zelf opgeleid worden, omdat ze de risico's niet begrijpen die er zijn met duiken met kinderen. Kunnen kinderen dan ook deelnemen aan volwassenen duikcursussen of duikcursussen waar volwassenen aan deelnemen? Wel, duikinstructeurs, heel belangrijk, die moeten niet naar kinderen kijken die willen duiken als een kleine volwassene, waarbij de enige beperking eigenlijk de duikdiepte is. Dit is een te simpel blik. Een ondergetekend medisch certificaat is essentieel, maar is absoluut niet de enige kwestie waarmee we moeten rekening houden. En duikinstructeurs dienen rekening te houden met verschillende factoren. Het wordt aanbevolen, sterk aanbevolen, dat ze de medische factoren met begrip of met betrekking tot kinderen en duiken begrijpen. We hebben een aantal van deze factoren reeds eerder genoemd. Duikinstructeurs moeten zich bewust zijn ook van de verantwoordelijkheid die ze hebben. En dit zowel tijdens de cursus, maar ook na de cursus. Want ze kunnen ook na een cursus nog aansprakelijk gesteld worden. We moeten ook onthouden dat niet elke duiklocatie geschikt is. Nog om een cursus te volgen, nog om na de cursus te gaan duiken. Men moet zich afvragen of de bestemming waarnaar men naartoe wil reizen geschikt is.
Zowel vanwege de duikomstandigheden, maar ook voor wat betreft de medische hulp die beschikbaar of niet beschikbaar is op de duikbestemming. En onthoud dat een kind geen kleine volwassene is. En dat brengt ons bij de juiste materialen. Heeft het duikcentrum de nodige materialen om kinderen te leren duiken? Dat is een belangrijke vraag. En onthoud natuurlijk weer, kinderen zijn geen kleine volwassenen. Ik denk dat we nu enkele minuten over de duikuitrusting moeten hebben die kinderen dienen te gebruiken. Laten we beginnen met enkele vragen en denk aan toen je zelf leerde duiken of zelfs aan vandaag. Denkt u dat het ongemak, moeilijkheden, stress of paniek kan veroorzaken als een volwassene duikt met een te grote trimvest? Of als een volwassene niet in staat is om zijn masker te leiden? Of als een volwassene duikt met een te groot duikpak? Of het gevoel heeft dat zijn automaat uit zijn mond komt tijdens de duik? Ze bijt er een goed op het mondstuk en op het einde van de duik is het mondstuk stuk. Heel naar gevoel is dat. Heb je dat zelf ervaren? Dat weet ik niet, maar ik kan je garanderen dat er heel veel kapotte mondstukken in de wereld in omloop zijn. En een volwassene die met een te zware fles loopt, is dat iets dat aangenaam is of niet aangenaam is? Ik denk dat er niemand is die sommige van deze problemen niet zelfs heeft ervaren. En zich op een bepaald moment ongemakkelijk heeft gevoeld, eventueel stress heeft meegemaakt of misschien ook wel eens in paniek is geraakt door een van de dingen die je nu op het scherm ziet. Maar we doen zoveel mogelijk om te voorkomen dat deze dingen gebeuren. We kopen natuurlijk de trimvest in de juiste maat. We kiezen een masker dat gemakkelijk te leidigen is. We zorgen ervoor dat een duikpak goed past. We kiezen een automaat waar we ons goed bij voelen. Niet te zwaar, niet te klein, niet te groot. Ademt goed. Dan dames die kiezen vaak voor een 10 of een 12 liter fles in plaats van een 15 of een 18 liter fles. Mannen die zitten momenteel, die hebben nog graag 15 liter flessen op hun rug. Dus wij maken eigenlijk onze keuzes op hetgene waarbij wij ons het prettigst voelen. Hoe zit het dan bij kinderen? En hier moeten we bepaalde vragen stellen. Past een klein trimvest voor volwassenen? Kan een masker voor volwassenen problemen zorgen wanneer het moet worden geklaard? Wat denk je dat er gaat gebeuren als een duikpak te groot is? Is een automaat te zwaar? Is het zinvol een lichtere automaat te gebruiken met een kortere slang? Moet een kind eigenlijk wel duiken met zo'n zware fles? En moeten we gewichtssystemen gebruiken die eigenlijk het afglijden van die gewichtssystemen voorkomen? Waarom afglijden? Omdat het lichaam van een kind meer lineair is, de smallere heupen heeft en een loodgordel eigenlijk gemakkelijker afvalt. Laten we eens kijken naar duikpakken voor kinderen. Die moeten natuurlijk geschikt zijn voor de watertemperatuur en de activiteit die wordt uitgevoerd. Simpel, te klein is ongemakkelijk. Te groot zorgt er weer voor watercirculatie, dat hypothermie tot gevolg kan hebben. Een te dik, dat is eigenlijk dan een beperking van de bewegingsvrijheid. Een volledig pak is natuurlijk veel beter. Het beschermt ledematen tegen verwondingen. En op de vraag van, ja, maar kan ik het niet kopen? Het kind groeit er wel in. Eigenlijk is dat niet het geval. Want de eerste duiken dat het kind moet doen met dat pak, is het pak gewoon te groot en hebben we gewoon te maken met de problemen die ik net beschreven heb. Zijn er dan nog extra effecten waarbij we te maken hebben als we een pakje gebruiken die eigenlijk te groot zijn bijvoorbeeld? Wel, als een volwassene onderkoeld raakt, dan krijgt hem al te maken met de verwarring, motorische problemen, ademhalingsstress en disoriëntatie. Dus wat denk je dat het gaat zijn in geval van kinderen? Duikmaskers. Zet gewone maskeren voor volwassenen op het gezicht en zien ze meer? Of is het niet zo? Het masker dat door een kind wordt gebruikt, moet een goede seal hebben, moet kleiner zijn dan de seal op de maskers voor volwassenen. Is dat niet het geval, dan heb je misschien een masker dat aan de rand niet afsluit of eigenlijk tegen het mondstuk van de snorkel of van de automaat ligt te duwen. Het masker moet ook een lager volume hebben, zodat het gemakkelijker is te ledigen. En indien mogelijk van hypoallergeen siliconen zijn gemaakt en verstelbare gespen hebben. Snorkel en vinnen. We denken er misschien niet over na, maar een snorkel voor volwassenen is niet wat je aan een kind eigenlijk zou willen geven. Zoals je weet is een snorkel een verlengstuk van de dode ruimte, dus kooldioxide is aanwezig in snorkels vanwege de problemen met gasuitwisseling in dode ruimtes.
De EN1972-norm vertelt ons dat om kooldioxideconcentratie binnen veilige grenzen te houden, de snorkel een maximumvolume moet hebben van 230 voor volwassenen, maar 150 milliliter voor kinderen. Dus veel minder, wat eigenlijk logisch is als je eraan denkt. Ik zou kinderen ook liever een snorkel geven met een anti-spatdop en ook met een niet-allergisch mondstuk. Vinnen. Hier kun je de groei wel in overweging nemen natuurlijk. Ik zou zeggen, ga voor open vinnen en niet voor gesloten vinnen. Die open vinnen die kunnen gebruikt worden met laarsjes in het Nederlands of bottekjes, zoals ze in België zeggen. Het beschermt hun voeten tegen verwondingen en voorkomt warmteverlies. De vinbladen zelf die moeten zacht zijn om ervoor te zorgen dat er de nodige voortstuwing is, maar ook om te voorkomen dat er krampen zijn. Trimvest. Die moet een goede en de veilige pasvorm hebben om te voorkomen dat het trimvest voortdurend opwaarts eigenlijk wordt geduwd en om ervoor te zorgen dat de fles in het midden zit en niet naar links of naar rechts gaat vallen. Als dat zou gebeuren, dat is heel ongemakkelijk voor het kind. Het zwemt dan op een ongemakkelijke manier. Het gaat hem meer energie kosten, om nog maar te zwijgen over de stress die ermee gepaard gegaan. Sommige merken van trimvesten die groeien met het kind mee en die zorgen... Dat kan je overwegen natuurlijk. Ik weet niet of dat er echt goedkoper gaat zijn op lange termijn. Zorg er ook voor dat het gemakkelijk te bedienen is en dat het trimvest om eerder genoemde redenen geïntegreerde loodzakken heeft. Waarschijnlijk het meest voor de hand liggende probleem, het gewicht van de fles. Vermijd een te grote of een te zware fles. Een fles moet een 10 liter zijn of een kleinere inderdaad. Maar je moet er natuurlijk ook mee rekening houden dat kleinere flessen ook wil zeggen dat het kind sneller door de lucht zal zijn. Dan tenslotte nog even een woord over de automaat. Ik heb ook al automaten in mijn mond gehad die ongemakkelijk waren vanwege hun grootte, hun constructie of hun gewicht. Waarschijnlijk weten de meesten van jullie wel wat ik wil bedoelen. Daarom moeten we voor kinderen eigenlijk kleine lichtgewichtautomaten gebruiken met een kleine of een voorgevormde mondstukje of mondstuk om ervoor te zorgen dat er niet te veel op het mondstuk wordt gebeten. Het is ook weer een stressfactor die erbij komt. Je hebt de indruk dat die automaat uit je mond gaat vallen. Eventueel ook overwegen om een kortere slang te gebruiken om het gevaar van slepen en haken te voorkomen. Na de duikcursus, natuurlijk nadenken over de veiligheid tijdens de cursus is oké, maar wat gebeurt er eigenlijk na een cursus? De voltooiing van een cursus maakt nog steeds geen volwassene van een kind. Dezelfde zorgen zoals eerder vermeld blijven geldig en de buddy moet de limieten begrijpen. Er moet extra aandacht aan de duikbestemming gegeven worden en men moet zich afvragen of het geschikt is om met kinderen te duiken. Niet elke bestemming is geschikt. Is er geschikte huuruitrusting beschikbaar of moet men mijn eigen materiaal meenemen? En onthoud, zelf als dieptebeperkingen worden gerespecteerd, kan een kind niet deelnemen aan elk soort van duik. Denk maar eens aan tekduiken, grotduiken, wrakduiken en eventueel ook nachtduiken. Moest u zelf ook met een kind gaan duiken, stel u dan ook een paar vragen. Ben ik gekwalificeerd en heb ik er vertrouwen in om met zo'n jonge duiker te duiken? Ben ik lichamelijk fit en in staat te helpen en te redden? Ben ik up-to-date met de vaardigheden en de handsignalen? Wanneer heb ik voor het laatst gedoken? Moet ik me niet te veel op mezelf concentreren? Onder welke omstandigheden gaan we duiken en heb ik hiervoor de nodige ervaring? Hoe zorg ik ervoor dat ik dicht blijf bij de jonge duikers? Soms wordt er gezegd dat je maximum 1 meter of 1 ademteug afstand mag hebben, maar dat is absoluut geen garantie dat het kind bij je kan komen of je aandacht eigenlijk kan trekken in geval van nood. Hoe vaak moet het kind worden gecontroleerd? Ik zou me veel prettiger voelen om verbonden te blijven met het kind, bijvoorbeeld door het gebruik van een buddyline. In Nederland natuurlijk absoluut niet ongekend, maar op vele duikbestemmingen is dat helemaal niet gebruikelijk. En wat denk je dan van welke gevaren of gevaarlijk zeeleven kan er aanwezig zijn? En hoe reageer ik op een blessure, bijvoorbeeld bijten en steken? Ben ik EHBO getraind? Is het duikcentrum waarmee men duikt kindvriendelijk? Kennen ze de limieten en hebben ze de benodigde materialen? Ben ik geïnformeerd over de risico's van de lokale duiken? Heb ik een noodactieplan voorbereid? En waar is het dichtbijzijnde medische en hyperbare voorziening? Toch vragen die we... ons moeten stellen als we met kinderen gaan duiken. Nog wat enkele veiligheidstips en dan sluiten we, dan kunnen we bijna afsluiten. De dieptelimiet van het kind is jouw dieptelimiet. Dat wil zeggen dat je het moet kennen. De limieten van het kind zijn jouw limieten. Dat wil zeggen dat je ze moet kennen.
Wees er zeker van dat het kind vertrouwd is met zijn duikuitrusting, vooral als we gaan werken of duiken met huuruitrusting die wijzigt. Controleer regelmatig de luchtvoorraad van het kind, kleinere fles, sneller leeg. Controleer het kind regelmatig en dwing een kind niet iets te doen waar hij of zij zich niet prettig bij voelt. En zorg ervoor dat je een voorbeeld bent. Als jij de regels begint te buigen, dan gaan zij dat ook gaan doen. Ga je onder die 50 bar limiet, doe je geen bodycheck, zij gaan dat automatisch ook doen. En ik ben de vraag die ik in het begin stelde niet vergeten. Is dit allemaal de beslissing en de verantwoordelijkheid van een dokter? Antwoord is nee. De verantwoordelijkheden en de beslissingen komen van de dokter, de instructeur of het duikcentrum, de duikbuddy en de ouders. Ze hebben allemaal een specifieke verantwoordelijkheid en ze kunnen allemaal ja of nee zeggen als het gaat om te gaan duiken met de kinderen. En dan zijn we aan het einde van de presentatie gekomen. En als je zou moeten afvragen wat ik zou doen met mijn dochter, dit is een tekening die ze voor mij maakte toen, voor mijn verjaardag, toen ze 9 was. Ik denk dat ze me iets probeerde te vertellen, omdat ze zich heel duidelijk heeft geïdentificeerd als io, wat het Italiaans is voor ik. En om ervan zeker te zijn dat ik het begreep, heeft ze dan ook al eerst haar naam er maar bij gezet. En ik denk dat ze eigenlijk wou zeggen dat ze ook wel zou willen duiken. Maar ze is nu deze zomer 13 en ik denk dat dit het jaar is dat ik ze ga leren duiken. Dus zij zelf wou het al een paar jaar, maar ik dacht dat het nog te vroeg was. Bedankt voor de aandacht en als er vragen zijn, dan ik ben er. Goedendag, Guy. Je bent onzichtbaar, maar natuurlijk niet in ons geestesoog. Rink Rinks, voorzitter van de NVD. Ik heb de eer hier om de questions and answers te doen voor iedereen. We hebben mogelijkheid voor één vraag. En dat is eigenlijk de vraag aan je stellen, Guy, van Thijs Wingelaar. En dat is er jurisprudentie met betrekking tot duikongevallen bij kinderen en de rol van de duikinstructeur? Zijn er rechtszaken geweest? Wat kan jij daarover zeggen? Ja, ik ben natuurlijk niet zelf de advocaat. Ik weet wel van een ongeval dat gebeurd is in Italië. Dat ik denk dat dat 3 of 4 jaar geleden is, waarbij een kind verdronken is aan de oppervlakte. Het heeft nog zelfs niet begonnen met de duik. En in dit geval is niet alleen de instructeur aansprakelijk gesteld geworden, maar ook het duikcentrum voor de manier waarop de duik georganiseerd werd. Dus er zijn al casussen of gevallen van aansprakelijkheid, ja. Oké, het is in ieder geval de zaak om dat allemaal heel goed te regelen. Natuurlijk ten eerste voor de veiligheid en in tweede instantie natuurlijk ook voor de verantwoordelijkheid. Bedankt Guy. Ik wou het woord nu even weer geven aan Diederik voor de introductie van onze volgende spreker. Diederik, als je jezelf even unmute. Diederik, kun je even unmuten? Ja. Dank je. Ik heb de knop. En de volgende presentatie is van Kees en Tom. Standpunt Paddy over kinderen en duiken. Nou, Kees en Tom heeft een lange staat van dienst, zoals jullie kunnen zien. En we zijn heel erg benieuwd en heel erg blij dat hij dit verhaal wil vertellen. We zijn heel erg benieuwd wat hij ons kan zeggen over het standpunt van Paddy. Want er gaan natuurlijk heel veel kinderen onder Paddy, bij Paddy scholen het water in. Kees. Dank jullie voor de uitnodiging. Leuk dat ik hier wat mag vertellen. De insteek van mijn presentatie is niet alleen over Paddy, maar met name ook van hoe gaan we hier nou in de praktijk als instructeur duikcentrum mee om met dit onderwerp.
Ik zal even mijn scherm delen. En dan even vanaf het begin. En dan zijn we volgens mij bij inmiddels een gedeeld scherm. Guy, het is mooi dat jij wat langer aan het woord bent geweest, want dan kan ik het weer wat korter houden. Want er zijn een aantal elementen die in jouw presentatie hebben gezeten, die duidelijke doubluren hadden met mijn presentatie. Dus waar ik het niet over hoef te hebben is over duikmateriaal, wat vanzelfsprekend natuurlijk ontzettend goed zou moeten kunnen passen bij kinderen. Daar sluit ik me volledig bij aan. Dus dat zal ik als onderwerp laten liggen. En heb ik ook heel snel net uit mijn PowerPoint-presentatie gehaald. Verder heb jij het uitvoerig gehad over en wat dan na de voltooiing van een cursus bij kinderen. Hoef ik het ook niet meer over te hebben. En waarschijnlijk is het dan zo dat we precies weer goed in de tijd uitkomen met mijn presentatie. Zodat we weer prachtig in de pol 10 minuten pauze uit gaan komen. Goed, duiken met kinderen. Ik ben zelf Kees ten Toom, ik ben eigenaar van Scuba Academie. Het is een pedi-duikcentrum in Vinkeveen. Het duiken met kinderen is de eerste vraag die ik mij altijd stel en die de instructeurs bij ons zich afvragen. Waarom gaan kinderen duiken? Nou, Guy heeft het al even uitvoerig gehad over de rol van de ouders. Dat kan ik dan weer een beetje daar weglaten. Tegelijkertijd zie ik ook hele andere invloeden. En dan kijk ik ook even over onze eigen duikschool, ons eigen duikcentrum. Regelmatig hebben we daar bezoek van Klaas. En Klaas kan alles. En Klaas maakt niet alleen de duiksport tot iets wat ontzettend aantrekkelijk is voor kinderen. Als ik kijk naar de reacties hier vanuit alleen de buurt al waar ik woon. En inmiddels ben ik de 60 passeerd en word ik een beetje een hele populaire oudere man hier in de buurt. Vooral als Klaas weer op tv is geweest en iets met duiken heeft gedaan. En hetzelfde kan ik vertellen van Freek. Freek is hier ook regelmatig te gast. En ook Freek heeft enorme invloed op kinderen. En dat maakt ook niet alleen ouders, maar ook zeker televisie. Deze sterren, die sterren voor kinderen, hebben een enorme invloed op het gedrag van kinderen en de wil om te gaan duiken. Ik heb ook nog een plaatje bijgevoegd van de brandweer. Die hebben ook heel vaak te gast. En ja, weet je, natuurlijk zien kinderen ook dingen op social media. Misschien soms wat te vroeg, maar ze zien ze wel. En dat is natuurlijk ook super stoer. Dus ook dat soort zaken, dat soort beelden, dat werkt mee aan het beeld van kinderen willen gaan duiken. Daarnaast zijn de vriendjes die duiken, vriendjes van ouders die misschien gezegd hebben die willen duiken. Samen vakantie, laten we het hebben over introductiefeestjes in het zwembad waarin gedoken wordt. School die wat projecten heeft waarbij gedoken gaat worden. Dus zo zijn er allerlei zaken die van invloed zijn waarom kinderen willen gaan duiken. Maar wat daarbij natuurlijk altijd heel erg belangrijk is, is het besef van, is het nou het kind zelf wat wil duiken? Of zijn het andere omstandigheden, en dan vaak ook inderdaad de ouders, waardoor het kind gaat duiken? En het is zeker aan de instructeur, aan het duikcentrum, om daar proberen de juiste vragen over te stellen. Tegelijkertijd laat ik ook even zien hoe ongelooflijk leuk het is om ook met kinderen te duiken en duikcursussen te geven. Pedi. Wat zegt nou Pedi als organisatie over het duiken met kinderen? In het algemeen liet Guy Nel net iets zien van 5 tot 8 jaar, dan kinderen duiken aan de oppervlakte met de snorkel. Nou, inderdaad, vanaf 8 jaar, zegt Pedi, duiken met perslucht in een zwembad tot 2 meter diepte. Op 10- en 11-jarige leeftijd kunnen ze volledige openwatercursus doen tot 12 meter diepte. Als ze 12 jaar zijn geworden, dan kan de limiet worden verhoogd tot 21 meter diepte, volgens de standards dan. En als ze 15 jaar en ouder zijn, dan worden ze zelfs gelijkgesteld aan een volwassen duiker, min of meer. Alleen niet in die zin van dat ze dan gelden als een volwassen duiker, als je wil gaan duiken met een 10-jarige bijvoorbeeld. Maar wat wel zou kunnen, dat een 12-jarige duiker gaat duiken met een 18-jarige duiker, volgens de standards. Dus wat dat betreft leidt dit wel tot ontzettend veel vragen.
tenminste, vragen bij mij, vragen bij ons duikcentrum van wanneer is het nou verantwoord? Wanneer kan je nou ook een buddyteam, een zelfstandig buddyteam, het water insturen? Welke leeftijd? Een 12-jarige met een 18-jarige, dan nou goed. Daar zet ik de nodige vraagtekens bij of dat handig is. Ik zou zeggen van niet. En sterker nog, dat zullen we altijd afraden. Tegelijkertijd zie je ook dat als je kijkt naar die hele leeftijden, hier zie je bijvoorbeeld een groep. En dat is de groep junior duikers. Dat is eentje van afgelopen zomer. En in de afgelopen zomer, en ik ga maar even met mijn pijltje door het scherm, het lengteverschil van deze meneer tot deze dame. En het valt allemaal in één categorie van junior duikers. Dat geeft natuurlijk nogal wat uitdagingen voor het duikcentrum. Je kunt je voorstellen dat het misschien wel een andere ontwikkeling heeft. Maar tegelijkertijd, het heeft ook nog wat uitdagingen rondom het duikmateriaal. Dus, wat moet er gaan gebeuren? Aan de ene kant heb je de PEDI standards. Aan de andere kant heb je het beoordelen van degene die voor je staat. Het kind wat voor je staat, wat wil gaan duiken. Wat zegt te willen gaan duiken. En hoe ga je nou tot een juiste beoordeling komen of een kind in staat is om te kunnen gaan om te beginnen aan een duikcursus? We hebben het gehad over de fysieke aspecten. Daar heeft Guy het al uitvoerig over gehad. Is het kind fysiek in staat om een duikuitrusting te torsen? En aan de andere kant ook het materiaal vanuit de duikschool, vanuit het duikcentrum. Ben je in staat om het kind ook te voorzien van het juiste duikmateriaal en een juiste kleine fles, zodat het ook mogelijk is voor het kind om op een aangename manier in een passend duikpak, een passende duikbril, passende duikfles, een passend trimvest, plezierig te kunnen gaan duiken. Want als je niet aan die voorwaarden voldoet, dan wordt het absoluut geen prettige cursus voor het kind. Het hele mentale aspect. En het mentale aspect, dat is dan het, ook daar heeft Guy het over gehad, ik heb net ook even wat aantekeningen mee zitten maken, het beperkte vermogen, eventueel, hè, om voor zichzelf of voor een ander te zorgen. Het begrip, en dan het begrip met name van in hoeverre is een kind in staat om de wiskundige en natuurkundige wetten te begrijpen. Is het kind in staat om zich voldoende te kunnen concentreren? Of is het snel afgeleid? En met name die afleiding, kom ik straks nog wel even terug, kan je ook zo meteen zien op een foto. Je ziet heel erg dat als er een soort van taskload gaat komen, het kan al zijn het lezen van een kompas, dat je merkt van, oké, dan is het zo gericht alleen maar op die taak, dat het hele buddy-begrip misschien eventjes wat sterk vermindert. De motivatie, de intrinsieke motivatie, het gaat er altijd om van wat is nou werkelijk de intrinsieke motivatie van het kind? Waar komt dat vandaan? Wil het kind zelf graag duiken? Of zijn het de ouders die naar Bali willen en met de hele familie willen gaan duiken? En dan moet je altijd achter zien te komen als duikcentrum. Dat moet je niet overlaten aan het kind wat alleen tegenover je staat. Je moet proberen daarin de juiste vragen te stellen. En ook te proberen om te kijken van ja, hoe ligt nou die relaties met die ouders? En natuurlijk is het kind medisch geschikt. Nou, dat is natuurlijk altijd weer zo'n enorme Achilleshiel. En die Achilleshiel die zegt eigenlijk van je moet volgens PEDI een verklaring invullen. Nou, die wordt bij kinderen meestal ingevuld door de ouders. En als er dan aanleiding is om eventueel te zeggen van daar zou een arts naar moeten kijken, dan kun je zeg maar het kind daar naartoe sturen. Maar het hoeft dus niet. Dan kan je natuurlijk als duikcentrum een standpunt in nemen. Je kan van tevoren al zeggen van nou, misschien is het wel een heel goed idee dat kinderen onafhankelijk altijd gekeurd worden door een arts. Dan heb je niet meer dat die eigen verklaring die dan voldoende is, hè, die je mag invullen volgens PEDI en die dan eventueel de ouders hebben ingevuld en waarbij misschien je niet helemaal zeker bent of alles wel naar waarheid is ingevuld. Moet wel, maar om het zeker te weten,
zou ik altijd willen pleiten voor een externe keuring. De ouder-verzorger, de relatie. Ik heb hier rechtsonder heb ik een plaatje gemaakt van de laatste duik, die wij altijd doen als wij een duikweek weer afsluiten met kinderen. Nou, dat zie je het al, hè. Opa, vaders, moeders, alles zit erbij. Dus wat wij doen is altijd op een laatste dag waarbij wij kinderen lesgeven, dan gaan we de ouders ook uitnodigen. En dan gaan we kijken, wat is nou de relatie tussen ouder en kind in een duik? Na een duik, voor een duik? Hebben we het gevoel dat er sprake is van een bepaalde druk in de ouder-kindrelatie? Hoe wordt er gesproken over limieten? Wij proberen dan de kinderen te laten aangeven hoe de duik moet gaan verlopen, tot welke diepte de duik gaat verlopen. Ze gaan de duik zelf plannen. Dan zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd hoe de ouders daarop reageren en of het onder water ook op die manier wordt uitgevoerd. We kijken ook in hoeverre de veiligheid wordt besproken. We kijken ook in hoeverre het buddyteam, een ouder gaat duiken met een kind of een opa gaat duiken met een kind. In hoeverre is er een inzicht in het feit van, nou, als opa met het kind gaat duiken, ja, opa kan misschien, een ervaren duiker kan misschien het kind wel redden in geval er iets niet goed gaat. Maar hoe zit het andersom? Is opa zich daar ook van bewust? Hoe beschermend is juist een ouder? De ouder die alles graag wil gaan regelen voor het kind en die dan heel snel al die rol overneemt, sterker nog vaak ook de rol van een instructeur overneemt, of het al eigenlijk al zo goed weet dat er geen initiatief meer bij het kind ligt. En het is, vind ik, erg aan het duikcentrum, erg aan de instructeur om dat goed te observeren. Want dan kun je namelijk ook iets gaan zeggen over wat nou na de voltooiing van de duikcursus. Als je die relatie goed kent. Dus wat wij doen, we sluiten een week af. We sluiten een duikweek af. Dat is een familieduik, dat is een barbecue. En dan gaan we met name ons richten op het signaleren van het gedrag. Het gedrag van ouder naar kind, het gedrag van ouder naar kind. Andersom natuurlijk, van kind naar ouder. Hebben we nog steeds het blije kind van tijdens de cursus? Of hebben we nou een kind wat zich wat meer naar achteren stelt? En ben je dan ook in staat als instructeur om daar dan de ouder weer op aan te spreken? En om samen met kind en ouder daarover te gaan praten? Wij proberen dat altijd te doen. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je daarvan bewust bent. Hoe ligt nou die relatie? En wat kan je daaraan doen? Goed. Nou, het stukje wat ik ook wat korter ga maken, want daar heeft Guy het al zeer uitvoerig over gehad. Ik heb het even over kinderen en veranderende taken en omstandigheden. En dan hebben we bijvoorbeeld de fysieke omstandigheden. Nou, de fysieke omstandigheid kan zijn de fysieke omstandigheden van het water, hè? De kou, minder zicht, stroming. Er moet harder gewerkt worden. In hoeverre is het kind in staat om zich te wapenen tegen meer kou? Nou goed, dat hebben we al gehad. Hè? Dat is de lichaamsoppervlakte wat bij een kind ongunstig ligt. Dus de afkoeling is heel groot. Zorg inderdaad voor warmere pakken, goede caps, noem het maar op, passende brillen. Maar de omstandigheden die je kunt veranderen, erg belangrijk dat je daarop inspeelt bij het kind. Tegelijkertijd, ik heb hier ook meteen de foto gemaakt van het kind met het kompas. Dat vaak zie je dan dat als je een taak geeft, en dat kan in dit geval zijn met navigeren, maar het kan ook zijn met het geef maar eens een keer een camera mee of wat dan ook. Of wat we ook vaak doen is dat we wat vuil gaan oprapen onder water. Dan zie je dat de concentratie voor het buddyteam afneemt en dat het avontuur roept. En dat het in één keer alleen nog maar die taak is die vaak meedoet bij dat kind. Hè? Dus de focus ligt niet meer op de buddy, niet meer op de veiligheid, niet meer op de totale omstandigheden. Er wordt niet meer gescand naar de totale volledige omstandigheden. En dan kan je zeggen, oeh, dat leidt tot een voor mij onvoorspelbaar gedrag. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is een kind en ik denk dat je moet beseffen dat het een heel voorspelbaar gedrag is. Daarom, Guy heeft ook even gehad over buddylijnen. Nou,
dat is altijd een discussie waard. Of dat de manier is waarop je, zeg maar, buddyteams goed bij elkaar gaat houden. In ieder geval iets waar je ontzettend goed over na moet denken. Geef het kind een taak en je ziet vaak dat de concentratie voor het buddyteam afneemt. Hou daar rekening mee. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de hele risico-inschatting van de duik. Wat als? Hè? Wat als er stroming komt? Wat als het donkerder wordt? Hoe ga je daarmee om? Kinderen schatten het risico niet in. Kinderen gaan af op avontuur, gaan af op plezier. Maar een inschatting van risico is er zeker niet. Goed. Ik heb het even wat korter gehouden. Ik heb wat dingen overgeslagen waar Guy al uitvoerig op is ingegaan. Dus ik heb mijn presentatie bewust even wat ingekort. Dus mochten er vragen zijn, kom maar. En er zit nog een klein fotootje achter. Maar goed, dat is voor nu niet zo belangrijk. Als er vragen zijn, stel ze maar. Ik hoor ze graag. Goed, Kees. Nou, bedankt voor je presentatie. We hebben weer een beetje inzicht gekregen over de mogelijkheden en de moeilijkheden bij het zeg maar trainen van kinderen met scuba. En ik kan je verzekeren, er zijn heel wat vragen ontstaan hier. Naar aanleiding van je presentatie en natuurlijk ook vanwege het hele onderwerp. En ik wou daar een aantal uit halen. En één is bijvoorbeeld: heb je ooit wel eens een buffet niet uit kunnen reiken omdat je de interactie van het kind en het gedrag van de ouders naar het kind onvoldoende veilig vond? Ja, ik heb zeker een aantal keren zelfs een buffet in eerste instantie niet willen uitdelen. Tegelijkertijd moet je ervoor uitkijken van als het kind, zeg maar, voldoet aan alles wat zou moeten binnen een cursus. Hè, dan wil je dat natuurlijk wel gaan doen. Alleen het is wel heel belangrijk dat je juist, en daarom ben ik zo'n laatste dag, dat je zegt van ja, eigenlijk is kind al geslaagd, maar nu wil ik dat eigenlijk niet uitreiken. Want ik zie gewoon dat in die relatie met de ouder iets helemaal niet goed gaat. En dan is het niet zozeer van ik reik hem niet uit. Maar dan is het wel onderdeel van een gesprek wat je moet hebben met kind en ouder, waardoor beide er verbeurd van zijn van oké, er komt nu een zelfstandig stuk naar deze cursus en hoe gaan jullie dat nou invullen? En de manier waarop je dat nu in deze duik doet, dat is niet de manier waarop we dat willen. En dan laten we inderdaad wel als ouders en kinderen gewoon terugkomen. Ja. Ja, er was ook nog een vraag, dank je Kees. Zeg ja, van je houdt dan een barbecue aan het eind, hè? Dat is natuurlijk fijn, met gesprek met de ouders. Maar moet je dat eigenlijk ook niet misschien tijdens de cursus doen? Halverwege of zoiets. Hè? Als je het gedrag zich ziet ontwikkelen van zowel het kind als van de ouders, om teleurstellingen te voorkomen. Als je zegt van nou, dat wordt helemaal niks met dit kind en deze ouders. Ja, je kan het natuurlijk op verschillende manieren invullen. Wij hebben juist gekozen om het zo te doen, omdat we de hele week, het zijn echte duikweken, hè, die wij met name organiseren. Dus wij hebben de kinderen dagen achter elkaar bij ons op het duikcentrum. Elke dag worden de kinderen gebracht door de ouders. Dus er is wel degelijk natuurlijk altijd dat je een gesprek hebt met een ouder. Dat je ook ziet hoe het kind met de ouder omgaat. Maar goed, wij hebben er dan voor gekozen om het op deze wijze te doen. En dan zoveel mogelijk als het kind, zeg maar, klaar is met de opleiding en zelfstandig kan duiken. Daarmee voorkomen we ook bemoeienis van de ouder tijdens de cursus. Want dat ligt altijd wel een beetje op de loer. Ja. Nou, nog een aantal andere vragen die ik zal uitlichten. Je hebt het al gehad over de medische geschiktheid. Paddy zegt van als je een vragenlijst invult, dan zijn ze medisch geschikt. Maar jij vindt zelf eigenlijk dat daar een duikerarts naar moet kijken. Heb ik dat goed begrepen van jou, Kees? Wat ik ervan vind, en bovendien, ja, kijk, met ons duikcentrum vinden we ook nog iets anders. We zijn natuurlijk een paddyduikcentrum, en dat betekent dat we zouden kunnen gaan duiken met kinderen vanaf 8 jaar en vanaf 10 jaar in open water. Maar wij vinden dat niet per se de standards daarin leidend zijn, maar dat wij als duikcentrum bepalen wij vinden dat het kind geschikt is om te duiken. Dus het kan best wel zo zijn dat een 10-jarig kind bij ons komt en dat wij zeggen, nou, we vinden jou nog niet geschikt om te duiken. En dat proberen we dan te onderbouwen. En dat is hoe wij daarmee omgaan in ieder geval. Ja.
Oké, dan is er nog een vraag van, is er iets bekend van hoe vaak het misgaat met jonge kinderen? Zijn er vanuit de PEDI incidentiecijfers bekend? Ik ken ze zelf niet, die cijfers. Ik moet zeggen dat bij onszelf en ook met de enorme hoeveelheid de kinderen die al zijn opgeleid, ik niet iets ervaren heb van dingen die mis zijn gegaan. Maar ik ken de cijfers niet, nee. Nee. Nou, dan hebben we nog wat. Natuurlijk altijd een vraag van ja, het verlagen van de leeftijden van het beginnen met duiken. In hoeverre speelt commercie daar een rol? Ja, natuurlijk. Dat is altijd een vraag die terugkomt natuurlijk. Hè. Ja, wat mij betreft is dat natuurlijk commercie. Het is natuurlijk ook een beetje duikorganisaties die het tegen elkaar opbieden. En als de ene een programma maakt vanaf 10 jaar, dan gaat de ander dat ook doen. Want je wilt natuurlijk niks van die markt missen. En zeker niet van de latere duiker. Als je misschien beseft dat een duiker 7 jaar meegaat gemiddeld. Ja, dan wil je zoveel mogelijk opleiding in die 7 jaar doen, denk ik. Ja. Ik denk dat er zeker een commercieel aspect achter zit. En dat is ook waarom je als duikcentrum, vind ik zelf, moet bepalen van ik vind het kind wel of niet geschikt al om te duiken. Ja. Ongeacht de standards. Ja. Ja. Dan moet je sterk in je schoenen staan. Nou ja, dat is natuurlijk een punt. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er landen en omstandigheden en centra zijn die daar wat minder aan tillen. Ja. Maar zo is het leven. Ja, het is ja. Nou, hebben we nog wat. Ik geloof dat dit de belangrijkste vragen zijn voor nu. Ik zag nog één andere vraag van Rick Rusken voorbij komen. Oké, heel goed, ja. Dat was een vraag over hoe vaak komt een allergie voor het mondstuk voor? Ik heb het zelf nog niet meegemaakt in heel veel jaren dat ik een winkel heb. Dus dat valt mee. Maar misschien dat Guy daar wat cijfers over heeft. Dat zou misschien een vraag toch voor Guy kunnen zijn. Maar ik heb dat zelf niet eerder meegemaakt. De siliconen mondstukken, daar heb ik geen allergie van meegemaakt. Nou, misschien kan Guy Thomas daar nog een commentaar op geven. Over de allergie bij mondstukken is niet zo heel veel over bekend. Vooral niet bij de siliconen mondstukken. Duikmaskers, daar heb ik wel al een paar gevallen van gehoord die een allergische reactie kunnen geven. Maar in het algemeen is het niet iets dat zo'n grote zorg is. Het is gewoon iets dat eventueel in overweging kan genomen worden. Sommige producenten die hebben mondstukken die eigenlijk een laag allergiegehalte hebben, laten we zeggen. Dus dat kan in overweging worden genomen, omdat kinderen toch gevoeliger zijn voor die dingen. Okay. Goed, bedankt Guy, bedankt Kees. Ik wil het woord nu weer even geven aan Diederik, die ons gaat inleiden in de pauze. Diederik. Ja, dat klopt. Dat klopt, want we zitten dus nu bij de hele korte pauze. Ik zal nog even dit naar voren brengen. Dus we zitten nu in de korte pauze. Daarna komt de presentatie van Guy van den Hoven. En ik stel voor dat het is nu 10:37 uur dat we... Nou, de stars liggen prachtig eigenlijk op schema. Dat we om 20:45 weer beginnen. Is dat oké? Lijkt me een perfecte pauze. Iedereen kan zijn koffie en zijn nemen en zijn plasje doen. En een sigaretje roken buiten en de kat uitlaten. En we zien elkaar terug om 20:45 uur. Tot zometeen. Nou, goedenavond. Daar zijn we weer. 20:45 uur. We gaan weer door met het programma. Stel ik voor. En de volgende wordt een presentatie van Guy van den Hoven. En zoals je ziet heb ik een paar dingen over hem opgeschreven. En die paar dingen zijn zodanig dat wij ook nu weer mogen zeggen. Wat blij Guy dat je ons jouw verhaal wil vertellen over kinderen duiken. En dan specifiek fysieke en psychologische fitness. The floor is yours.
Hallo. Hartelijk bedankt om terug in Nederland te mogen spreken. En de vorige keer dat ik over kinderen en duiken sprak, was in december 2008 voor de NVD. Nu kunnen we zien, dat is al een hele tijd geleden. Ik ben zo'n 30 jaar geleden met kinderen en duiken begonnen, heel toevallig. Er was een duikclub in het Brusselse die openging, waar kinderen van instructoren doken. En de Duikfederatie vroeg mij, ga daar toch even een kijkje nemen. Er mag absoluut niets mislopen met die kinderen. En ik kan u gerust zeggen dat veel veranderd is. In het begin keken we na, willen ouders niet absoluut dat hun kind duikt? Maar nu is de wereld helemaal veranderd. Nu zijn het de kinderen die duiken en die de ouders overtuigen om te beginnen met duiken. Maar laten we eens kijken. Dus in disclosure, geen conflict of interest, zoals we altijd doen. Een beetje geschiedenis om te beginnen. We zijn in de jaren, midden van de jaren 80, en daar zagen we dat er heel veel interest was voor de kinderen om te beginnen met te duiken. Het is ook de film Le Grand Bleu die de meeste zaken in Frankrijk opgezet heeft. En België volgde dan met een privéclub heel juist erna. We hebben dan ook structuren moeten opzetten voor trainers, voor instructoren, voor artsen, want dat bestond allemaal niet. We gingen kijken naar optimale condities, want voor kinderen moet er toch veiligheid zijn. We gingen dan ook kijken naar de meeste ziektes, gelijk astma, obesitas, diabetes. En daar waren de guidelines ook veel strikter geworden voor de diagnose, voor de behandeling van al die ziekten. En er waren ook weer aanbevelingen voor sporters. En daar moesten we ook de kinderen bij betrekken. Als je dan kijkt naar fitness to dive, dan moet je kijken, is het individu medisch geschikt? De tweede vraag is, kan het duiken geen schade berokkenen aan de gezondheid van de duiker? En last but not least, is de individuele duiker, is zijn gezondheid geen gevaar voor de veiligheid van de andere duikers? En ja, Carl Edmonds, die een duikfysioloog is, die vertelt het dan ook, medical standards komen in zwart-wit. Maar de mensen, de duikers, die komen soms in grijs, donkergrijs, lichtgrijs. Wat doe je dan? Hoe ga je ze dan keuren? En nu komen we naar de wereld van kinderen. Een kort eventjes overlopen wat dat we toen wisten. Maturatie is helemaal anders bij kinderen. Het aantal alveoli stopt met de groei rond 8 jaar. Dan hebben we ons volledige aantal. Het elastische weefsel gaat ook flink vermeerderen in de long tussen 7 en 12 jaar. En kijken we naar de weerstand, dan is er een veel hogere pulmonaire weerstand bij het kind. De expiratie is veel langer en duidelijk passief. En zeker onder de leeftijd van 7 jaar. Kijken we dan naar de volumes. We hebben al eventjes over volumes gesproken. Ze hebben kleinere ademhalingsvolume, uiteraard zijn ze ook kleiner. En hun anatomische ruimte is ook verschillend. Denk aan de grote tuba, snorkel die we bij volwassenen gebruiken, die toen niet bestond. Tubas voor kinderen 30 jaar geleden bestonden niet. En wij moesten een heel stuk van de volwassen tuba afhalen, opdat zij die konden gebruiken. Ventilatie is ook helemaal anders. 30% van de alveolen zijn niet geventileerd voor 7 jaar. En zij kunnen heel snel met hun bronchioli een heel deel van hun long afsluiten voor 7 jaar. Weet dat hun autonoom systeem nog zeer instabiel is met een predominantie van de parasympathicus. En zij ademen ook veel sneller dan een volwassene. Als we dan naar duikgeneeskunde moeten kijken met kinderen, dan zien we dat voor 7 à 8 jaar is er duidelijk een groter pulmonair risico omdat de long niet matuur is. Hypoxie, airtrapping, kortademigheid en zelf pulmonair barotrauma zit er allemaal in.
Na de leeftijd van 8 jaar is dat risico kleiner. Dus gelijk autorijden, het risico is nooit nul. Maar we gaan een aantal regels nemen en we zijn daar zo mee begonnen. Apnee ging we strikt limiteren tot 30 seconden. Het materiaal moet aangepast worden, daar hebben we al over gesproken. We zijn begonnen met een heel kleine diepte, maximum 5 meter, want deco-ongevallen wouden we absoluut niet bij kinderen. En hyperventilatie, daar moet ook heel voorzichtig mee zijn voor de leeftijd van 10 jaar. Kijken we naar het hart, dan zien we de problemen van foramen ovale. 40% van de kinderen, 7, 8 jaar, hebben nog een permeabel foramen ovale. Hun hartritme is ook veel sneller, gelijk dat van de long. Ze hebben wel een hypertrofie van hun rechterhart. Dat maakt het voor hen een beetje gemakkelijker. Het hart ontwikkelt zich asymmetrisch tot de leeftijd van 10 jaar. Ze hebben ook een betere weerstand tegen de preload, alles wat er binneus terugkomt. En dus, zij kunnen beter tegen een valsalva manoeuvre dan een volwassene. Turbulenties. We zien dat er een hele turbulente stroom is van de vena cava in het rechter voorkamer bij kinderen. Vandaar dat je ook veel functionele geruisen hoort bij 30% van de kinderen. En wie turbulenties zegt, denkt dan ook dat er een gemakkelijkere manier is om microbubbles te vormen bij kinderen dan aan volwassenen. Ook moeten we ons aanpassen aan de inspanning. Want een kind kan geen lang en een intense inspanning doen voor de leeftijd van 10 jaar. Weet ook dat dat autonoom zenuwstelsel weer immatuur is en dat de parasympathicus een rol speelt. Men kan heel gemakkelijk bloeddrukval doen en heel gemakkelijk in syncope gaan. Dus voor het hart moeten we kijken dat er de desaturatie van de inerte gassen, en we spreken hier vooral van stikstof, die is anders bij kinderen, doordat hun hart anders werkt, dat hun long nog niet helemaal matuur is. Vandaar dat we absoluut geen desaturatie van volwassenen kunnen transposeren naar kinderen. En dus vandaar duiktabellen en duikcomputers moeten volledig in de grote veiligheidsgrenzen gebruiken. Gaan er tabellen of computers voor kinderen uitkomen? Ik denk niet onmiddellijk, als je ziet hoeveel duikers we nodig hebben om een US-tabel te valideren. Oren. We hebben al over neuskeel en oren gesproken. Koude speelt een heel belangrijke rol in de congestie, vooral van de sinus. En we zien ook dat een tuba, een buis van Eustachius, rechter is, korter is en minder geblokkeerd is dan een volwassene. Wat niet wil zeggen dat ze kunnen klaren. Maar we zien dan ook veel meer een otitis media indien je een kind laat tuiken met een banale verkoudheid als ze van salva-manoeuvres uitvoeren. Deglutitie is natuurlijk aan te raden. Maar we gaan zien dat we ook flink aandacht moeten besteden aan het klaren van de ogen om barotrauma te voorkomen. De vraag was ook in de jaren 90 en gaat mijn kind minder groeien als hij gaat tuiken? Wij wisten daar heel weinig over. En hier zien jullie de groeikraakbeenschijven die duidelijk te zien zijn op 8 jaar en op 12 jaar nog niet helemaal gesloten zijn. Wat weten we dan? We zijn gaan kijken bij dierexperimenten in Noorwegen. En we weten dat het risico heel klein is om een decompressieongeval te hebben in uw groeikraakbeenschijf. Een kraakbeen is nooit sterk gevasculariseerd, maar we zien ook dat een groeikraakbeenschijf meer gevasculariseerd is dan ander kraakbeen. En dus dat de tijd heel kort is en dat deco daar heel weinig kan in voorkomen. Tenminste bij geiten en duiken hebben de Nooren dat aangetoond. Het osteoarticulair risico voor de kraakbeenschijven is veel belangrijker indien kinderen hevige gewichten dragen. En denk aan duikmateriaal is toch zwaar voor kinderen van 8 tot 10 jaar. We moeten ook rekening houden met aangepast materiaal. Hier heeft het er ook al over gehad, om spierproblemen te voorkomen.
Temperatuur speelt ook een rol. Als je nu kijkt hoe dat de lichaamsoppervlakte helemaal verandert. Het hoofd is veel groter bij een kindje dan bij volwassenen. En dus koeling, hoofd speelt daar toch een grote rol in. We kunnen dan zeker denken, en dat was mijn ervaring, dat een koude omgeving, hoofd, nek, extremiteiten, vlugger tot hypothermie ging leiden. En we moeten het kind dus duidelijk beschermen. Maar denk ook, en dat waren vergeten, in een warme omgeving kan een kind ook heel rap in hyperthermie gaan. Een van de ervaringen met de eerste duiken die we met kinderen in Egypte gedaan hebben, een kind dat we niet snel uitgekleed hebben, had rap 39 graden in volle zon. Deshydratatie speelt daar ook een rol bij. En last but not least, zijn de reacties niet altijd voorspelbaar met kinderen indien ze een gevaar zien. En dat gevaar kan reëel zijn of kan nog een imaginair gevaar zijn. Denk, kinderen leven nog in die leeftijd in de wereld van de sprookjes en je moet duidelijk op voorhand uitleggen, een vis is geen hond en hij gaat niet naar jou komen en jou bijten, want gevaren zijn altijd een probleem en kunnen longoverdruk veroorzaken. Een kind hangt ook zeer sterk af tot de leeftijd van 10 jaar van een visueel contact. Indien zij geen visueel contact hebben, dan hebben ze ook heel veel problemen met hun motoriek en kunnen ze hun zeer slecht oriënteren. Dus nachtduiken en duiken in de blue zonder dat er een referentie is, is absoluut niet aan te raden met jonge kinderen. Weet ook terug dat parasympathisch systeem daar een rol speelt. En indien zij schrik krijgen, gaan zij zeer vlug bloeddrukval en syncope gaan doen. Maar laten we dan eventjes kijken naar de eerste studie, die Physical Fitness to Dive. Dat dateert nog van 2003, 8 jaar follow-up in de eerste duikclub die buiten de federatie was. Wat hebben we daar gedaan? We hebben samengewerkt met de Fransen die toen begonnen en we hebben al onze Belgische data gecompileerd. Ik heb het aan de ouders toen gevraagd, het is gepubliceerd ook in de SPUMS Journal. En de bedoeling was, ja, we moeten toch een aantal medische richtlijnen hebben voor kinderen en duiken. We moeten meer weten over duikgeneeskunde bij kinderen. We moeten ook artsen opleiden. En we moeten een goede evaluatie en counseling kunnen doen voor die pediatrische duikers. Methode, het was een prospectieve follow-up studie. Het waren jonge kinderen. Het was de eerste duikclub in België. En methode, we zijn een beetje gaan naar analogie wat we met de volwassenen deden. We zijn zeer strikt begonnen. We deden 1 à 2 sportmedische evaluaties per jaar met die kinderen, met alles erop en eraan. Neus, keel en oren, audiogram, pulmonaire functie, EKG bij rust en bij inspanning. En zelf in die tijd, de volwassenen, deden we ook elektroencefalogram. We hebben additionele onderzoeken gedaan, indien het mogelijk was. Indien de ouders spraken van astma, hebben we dan laten nakijken. Is er reëel astma en is er een reële hypochondriale hyperreactiviteit? En we zijn dan richtlijnen, duikrichtlijnen, voor volwassenen gaan aanpassen aan kinderen. Goede communicatie, dat is ook al aan bod gekomen, hè, tussen de geneesheer of sportarts, de instructoren en de ouders zijn hier heel belangrijk. Ouders zijn in elk geval ook zeker verantwoordelijk voor sport van hun kinderen. We zijn gaan kijken naar alle zwemsessies in het zwembad, maar ook een hoop open water duiken. De club Marmotte Castor Palmé bestaat nog steeds in Brussel. En de periode waar dat ik al die kinderen gevolgd heb, is 85-92. Dat waren dus 234 kinderen. En de leeftijd was 6 à 13 jaar. We gaan het zien dat ze 6 jaar niet gingen duiken. Hier zien jullie de verschillende duikers. En jullie zien dat er 12 tussen 6 en 8 jaar waren die zich voorgesteld hebben voor een duikkeuring. 8 à 11, 12 à 13, eens 14 werd men
in België beschouwd als een volwassen duiker en waren die niet in de studie. De follow-up was 5 jaar, hebben die kinderen opgevolgd. En als jullie de zwempoolsessies nu kijken, waren er dat 303. Dat is per jaar 37 sessies per kind. En jullie zien dat de EKAR-types tamelijk klein zijn, 25 à 44. Dat is veel meer dan volwassenen die in België in het zwembad trainen. Kinderen zijn daar meer gemotiveerd. En kijken we naar de openwaterduiken, dat waren toch 2216 openwaterduiken. De gemiddelde duik per kind per jaar is 11 van 0. Indien de instructoren, gelijk onze collega Kees het aantoonde, vonden dat hij wel geschikt was medisch, maar nog niet geschikt om in open water te gaan, gingen ze niet in open water. En dus de gemiddelde duik per kind per jaar is 11 duiken. Er waren 12 trips georganiseerd. De kinderen per trip zijn ook beperkt, want denk als je 20 à 29 kinderen hebt, dat je zeker onderweg bent met een 60-tal mensen, de ouders inbegrepen. En de duiken per trip zijn ook beperkt, waren 4 à 7 duiktrips. De minimumleeftijd waar we toen begonnen hebben, was 10 jaar. Hier zien jullie de open waterduiken. En van Cavalaire, Middellandse Zee, Zeeland was er ook bij. En jullie zien daar La Escala staan. Ik ben dat ook gaan uitleggen in Spanje, toen ze in Spanje met duiken begonnen. En ze hebben mij in Barcelona duidelijk aangetoond, dit ministerie, dat dat in 1991 niet toegelaten was, dat kinderen doken in Barcelona. Maar we wisten dat toen. Even kijken naar de resultaten. We gaan kijken naar de disqualificaties, medische disqualificaties, naar de incidenten. En incidenten zijn zaken die je niet kan, die je alleen in die studie terugvindt, waar dan je nooit een arts gaat raadplegen, maar we hebben alles genotuleerd die met die kinderen gebeurd zijn. En dan accidenten. Dus 8 jaar... hebben we ze gevolgd, gemiddeld 5 jaar, al die duikers, 29 disqualificaties, dat is toch 12, een goede 12%. Wat zijn die disqualificaties? Een onvolledig onderzoek, we wouden strikt zijn, EEG of EKG was niet uitgevoerd. Daarin zitten absoluut ook kinderen tussen die zeker geschikt zouden zijn, maar die niet verder gegaan hebben met hun onderzoeken. Abnormale EEG's. EEG's vertoonden soms irritatieve beelden die deden denken aan epilepsie, maar die geen epilepsie waren, die cerebrale immaturiteit waren, elektrische immaturiteit. We hebben dan ook geen risico's genomen en we hebben die dan ook maar laten duiken indien dat EEG normaal werd. Astma, 4, wat 1,7% is, wat veel lager is dan een normale populatie. Astma komt 8 à 10% volgens de populatie voor. Het is ook duidelijk dat kinderen met astma zich niet onmiddellijk gingen aanbieden om te gaan duiken. Ik heb 1 kind gezien met sikkelcelanemie, wat zeldzaam is bij ons. Ik heb er ondertussen in de 30 jaar 2 andere gezien. Incidenten. Dus er waren 205 gekwalificeerde kinderen, 54 incidenten. Dat zijn mineure zaken en jullie gaan zien dat die incidenten zijn hoofdzakelijk ORL-incidenten, tuba-dysfunctie, een cerumen, een oorprop, een otitis externa, een mycose. Het waren de meeste zaken waarvoor men niet kwam consulteren bij de arts, maar die we opgeschreven hebben. En dan accidenten. Er waren 5 accidenten en dat is 2,5%, veel minder dan bij volwassenen. En wat waren die accidenten? Uiteraard geen deco-ongevallen, maar alleen barotrauma. Het waren perforaties van uw trommelvlies, 2%, 4. En 2 van die perforaties waren bij hetzelfde kind. En die waren zijn voorgekomen het eerste jaar van de training. We hebben de training dan laten aanpassen en veel meer aandacht besteed aan het klaren, het juist klaren van de oren. Syncope tijdens een apnee. Ik denk als een instructor met een kind bezig is en de andere kinderen blijven hyperventileren, dan ga je gemakkelijk naar een syncope. En dat zijn zaken, boodschappen die we absoluut
te meegeven aan de instructoren. Dus wat kwam uit die conclusies? Dat we moeten kijken naar een individueel risk-assessment van elk kind. Je hebt grote, je hebt kleinere kinderen. Ik ga niet op dat risk-assessment gaan ingaan. Communicatie is heel belangrijk tussen het kind, tussen de instructoren, de arts, de ouders. En ik denk, alle vragen zijn welkom. Indien jullie vragen hebben naar de arts toe. En zo kan je best alle problemen op een rijtje zetten, best oplossen. En uiteindelijk moet ook uw omgeving duidelijk aangepast zijn voor het kind. Wat hebben we dan als regels opgesteld, samen met de Fransen? Dat we een team moet hebben dat een duidelijke opleiding heeft. En dat is in elke federatie zo. Deze avond dient daar ook voor. Iedereen moet een goede instructie hebben. Wat kunnen we doen? Wat mogen we doen? Wat mogen we niet doen? Wij stellen één sportmedisch onderzoek voor eens per jaar. Meer indien er een aantal kleine problemen zijn en men die moet opklaren. De minimumleeftijd is 8 jaar. Het materiaal moet uiteraard aangepast worden. Het trainingsprogramma moet aangepast worden aan het individuele kind. Niet aan de leeftijd, maar het individuele kind. Je hebt grote en kleine kinderen. De omgeving moet aangepast zijn. Er moet een goede zichtbaarheid zijn. Het moet warm water zijn. Ik kom daarop terug. Geen stroming. En de in en uit het water komen moet ook gemakkelijk zijn. Minimum temperatuur hebben we voorgesteld 12 graden, wat toch koud is. Dat is de temperatuur voor kinderen. En we hebben ook dieptes in het begin voorgesteld van 8 tot 14 jaar, indien ze starten 3 meter, van een beetje later, indien ze meer ervaring hebben, 5 meter. En nadien 10 meter, we hebben dat ondertussen aangepast aan de normen van PADI, om gelijklopend te zijn. Duiktijden zijn heel beperkt indien het water koud is. 10 minuten indien het wat warmer is dan 12 graden kunnen tot 25 minuten gaan. Dat zijn de normen die wij hier bij ons opgesteld zijn en die absoluut niet dezelfde zijn dan in de overzeese gebieden van Frankrijk waar het warmer is. En wil u dat nog lezen? Dat is allemaal keurig nog terug te vinden online in de SPUMS Journal. Maar toen kwam altijd de vraag terug, fysisch kan je een kind wel goedkeuren, maar psychologisch, hoe zit het daarmee? En daar heb ik ook een plaatje aan gevonden, daar kan ik jullie verder nieuws over vertellen. En ik heb dan ook het plezier gehad van een van de kinderen die in de vorige studie zat, is een van mijn studenten in de universiteit geworden en is mij komen vinden om een eindwerk te maken, een thesis te maken samen met andere studenten over duiken en kinderen. En daar zijn we dan meer gaan kijken naar de psychocognitieve functies. We hadden ook meer materiaal om dat te doen. Even een kijkje hierover. En wat wisten we? We wisten toen ongeveer 15 jaar later waren er meer studies over volwassenen, over het respiratoire, cardiovasculaire, renale, metabole aspect van het duiken. We kennen de consequenties en we wisten ook dat kinderen absoluut geen volwassenen waren, dat er duidelijk fysische verschillen waren. Maar we wisten ook niet zoveel over het psychologische, over de cognitieve verschillen. Een kind is in ontwikkeling. En we hadden ook toch de regels die we steeds volgden, de regels die we vastgelegd hebben met de CIMA's, de standaard van kinderen en duiken. En in dat plaatje gingen we de psychologie hier eens nader bekijken. Wat waren al de duikaccidenten die we bij kinderen konden verwachten? Zeker niet de omgeving, want de omgeving moet veilig zijn. Ook geen deco-ongeval, want we blijven boven de 10 meter en beperkt in de tijd. We gingen ook niet duiken met nitrox en kinderen en lange duiken met kinderen zijn er ook niet. Dus is het meer barotrauma en zou het ook ongevallen kunnen zijn die te wijten zijn aan psychologische, cognitieve factoren.
We zijn dan eerst een studie begonnen in het zwembad. En ik ga die maar even kort aanhalen. In 2015. Met studenten ben je altijd in de tijd beperkt, want een thesis is een jaar werken. En dus hebben we daar gaan kijken in het zwembad. Is het mooi omgelijnd? Is het comfortabel? Is er een goede zichtbaarheid? Het is warm water, het is afgesloten en er is weinig distractie. Open water is helemaal anders. Jullie hebben het al gehoord. Het is avontuur, het is nieuw, er is minder zichtbaarheid, het is kouder, het is niet gelimiteerd. En het kind is veel meer verstrooid. Dus er is veel meer stress en kunnen we ons aan andere zaken verwachten. Dat is in Amsterdam gepresenteerd geweest op de EUBS-meeting. Planning was heel, heel nauw om alles te kunnen realiseren in een korte tijd. In 2014, 2015 hebben we alle poolexperimenten gedaan in Brussel met 12 kinderen. We zijn dan naar een publicatie en een presentatie overgegaan in juni 2015 op de EUBS in Amsterdam. En dan was het hele plaatje opzetten, hoe kunnen we al de experimenten herhalen in open water. We hebben daar het geluk gehad dat we 31 kinderen gehad hebben die deelgenomen hebben. En studies met kinderen zijn heel moeilijk te realiseren, dus 31 is heel veel. We zijn het gaan uitproberen in Zeeland, maar we hebben de studie niet verder gezet in Zeeland. We hebben het geprobeerd, de zichtbaarheid was niet altijd dezelfde. En gezien wij cognitieve functies met toestellen deden, hadden we een heel klare zichtbaarheid nodig. We hebben het in Serrefontaine in Zwevegem gedaan, waar dat de zichtbaarheid altijd constant was. En in juni 2016 hebben we alles voorgesteld. En daar gaan we nu een kijkje over nemen. De populatie, 31 kinderen, de leeftijd 8 tot 15 jaar oud. Ze hadden allemaal een medische geschiktheid om te gaan duiken. En zelf indien ze een geschiktheid hadden, hebben we een aantal criteria er nog bij uitgesloten. Geen pathologische geschiedenis, absoluut geen contraindicatie en ook absoluut geen medicatie-inname die een invloed kon hebben op de psychocognitieve functie om de studie klaar en duidelijk te houden. We hebben twee groepen ondergedeeld. Kinderen die een ervaring hadden in open water, en dat waren er 20, die meer dan 15 open water duiken hadden. En kinderen die geen ervaring hadden, minder dan 15. En dat waren meestal kinderen die 1 of 2 of 3 open water duiken hadden. Wat hebben we allemaal gebruikt als testen? We hebben eerst een Zoom SAS-test gebruikt. Dat is een self-rating anxiety scale die door de Wereldgezondheidsorganisatie gevalideerd is. En daar konden we naar de psychologische fitness kijken. Zijn ze angstig voordat ze gaan duiken? Dan hebben we andere testen gebruikt die in de luchtvaartgeneeskunde gebruikt worden. En die vooral in het leger met piloten, vliegtuigpiloten en jetpiloten gebruikt worden. Time wall, je ziet een balletje vallen op een scherm en indien het balletje achter de roze zone verschijnt, moet je juist zeggen wanneer zit het balletje onderaan het scherm. Dan kan je informatie hebben over reactietijd, over de beweging, de perceptie van een beweging en ben je ook wel goed gefocust. Dan heb je de perceptual vigilance task. Dat is een rood bolletje dat op je scherm verschijnt en dan moet je onmiddellijk inklikken. Terug reactietijdmeting, focus, vigilantie. We hebben ook een rekentest gehad die gevalideerd is. Al die testen komen van Californië. Je moet optellen en aftrekken en je moet dan zeggen, is het groter of kleiner dan 5? Je hebt 3 berekeningen te maken. Terug reactietijd, reflectie en ook beslissingen nemen, want beslissingen moeten we kunnen nemen. We moeten vigilant blijven in het duiken en we moeten kunnen blijven correcte beslissingen nemen. En dan hebben we de critical flicker fusion frequency. Dat is een frequentie van blauw licht dat flikkert en we laten die frequentie stijgen en op een zeker ogenblik zie je geen flikker meer. En dat is die fusie en die fusie gaan we meten en daar meten we onbewust wat is de waakzaamheid van uw cerebraal systeem. En dan, last but not least, hebben we nog
nagekeken of dat er een deshydratatie was met de urine-graviditietest. Een eenvoudige test. We konden het met impedantie doen, maar dat was veel te moeilijk. Indien een kind gedeshydrateerd is, uiteraard heb je dan een nefaste invloed op al deze cognitieve testen. Daar hebben we geluk gehad. In het zwembad hebben we geen flicker fusion frequency onder water kunnen meten, maar we hebben die drie testen ook onder water kunnen doen. Deze test hebben we, was in een samenwerking van het Europees project voor duiken en heeft Maris ons geholpen. En Maris heeft 5 computers ontwikkeld waar die PVGT en de mat processing test ingebouwd was. We hebben dan ook de flicker fusion ook onder water kunnen doen. Alles werd liggend gedaan, zo deden we het buiten het water liggend en in het water deden we het ook zelf. Het was een heel succes, want kinderen werken heel graag met zo'n toesteltjes. Hoe was het allemaal, hoe werd het allemaal aan boord gelegd? We hadden duiken tot 10 meter. In het begin, voor het beginnen van het duiken, deden we liggend alle metingen. De zoom, de time wall, de mathematische test, PVT, flikkerfrequentie en we meten ook de deshydratatie in de urine. Dan gingen de kinderen duiken en dan in het midden van de duik, toen zij op 10 meter waren, hebben we al die drie metingen herbegonnen. En dan hebben we het nog eens, tijdens na de duik, hebben we al die metingen nog eens herbegonnen en zijn we dan alles gaan vergelijken. Om te zien, is er een invloed op die cognitieve functie onder water? Nu kunnen we kijken onder water, een kleine vergelijking, zien we met de flikkertest, waar dat je dat, je waakzaamheid van je hersenen, zien we dat zowel bij de kinderen die ervaring hadden, als de kinderen die begonnen met open water duiken, was die flikkertest flink vermeerderd. Het is ook zo dat je onder water, dat is niet jouw normale wereld, ben je ook veel meer aandachtiger. En wat we ook zagen is dat voor en na de duik was er geen significant verschil. Dus wij gaven de kinderen aan de ouders terug in dezelfde psychocognitieve toestand dan voor de duik. Dan zijn we naar de andere testen gaan kijken. Daar waren de verschillen niet significant, maar er was wel een trend dat het tijdens het duiken dat ze daar toch aandachtiger waren. Als we dan vergelijken tussen de twee groepen, dan zien we dat de groep die geen ervaring heeft, die gaat veel vlugger recupereren van zijn cognitieve functies na de duik. En de groep met ervaring doet het toch een beetje beter onder water. Beide groepen doen het in alle gevallen goed. Als we nu met water de studie in het water vergelijken met de studie in het zwembad, dan hebben we waren we verwonderd. De kinderen in het zwembad waren meer gedeshydrateerd dan de kinderen in open water duiken. Dat komt doodgewoon omdat de mensen denken, in een zwembad gebeurt er niks en gaan we niet letten op hydratatie van kinderen. Hetzelfde hebben we ook gezien met een studie buiten kinderen met volwassenen met diabetici, waar er meer problemen in het zwembad waren dan in een open waterduik. Discussie om af te sluiten, wat kunnen we nu zeggen? Er was geen negatieve invloed van het scuba, van het duiken op de cognitieve functies bij de kinderen. We hebben trouwens verhoogde waardes gezien van vigilantie, van aandachtzaamheid in het duiken. En weten, we zetten de hersenen in een grotere, alerte staat tijdens het duiken. Je moet ook weten dat we hier geen diepe duiken dan, dat we geen negatieve invloed hebben van stikstof op onze alertheid. En we zien dat we tot dezelfde waarde terugkomen onmiddellijk na de duik. En dat het een duidelijk veilige omgeving was, de richtlijnen van de CIMA's. Wat hebben we gebruikt? Ik denk die Zoom Anxiety Scale is een psychologische test, is heel gemakkelijk te realiseren. Staat op een computer, zijn 10 vraagjes, is in 2 minuten opgelost en is onmiddellijk
Er is onmiddellijk een berekening en je kan onmiddellijk zien, ben je angstig of ben je niet angstig. Urine is ook gemakkelijk, kan je gemakkelijk zien of dat je gedeshydrateerd bent of niet. En dan komen we tot de andere testen. Ik denk wat zeer belangrijk is, is die flikkertest. We proberen die flikkertest verder te valideren voor kinderen. We zijn ook gevalideerd voor volwassenen. Men kijkt in die flikkertest op je reactiviteit. Gaat je nog focussen en zijt je nog waar? Zijt je nog werkelijk alert onder water? Het is een gemakkelijk te realiseren test. Ik denk er is een 2-3 minuten training nodig om hem in te studeren. En heel belangrijk is dat we een onderwaterversie hebben. En heel waarschijnlijk wordt zo'n flikkertest ingebouwd in de volgende generaties van duikcomputers om te testen. Ben je nog altijd alert tijdens het duiken? De PVT-test, waar je het bolletje onmiddellijk ziet verschijnen, is ook een gemakkelijk te gebruiken test. En zijn testen die zeer snel gaan en die men ook in apneeduiken zou kunnen gebruiken. De mathematische test is minder handig en duurt veel langer. Dus we kunnen dat nog verder gebruiken, maar dat is buiten de kinderen. We kunnen kijken naar langere duiken met al dat materiaal, naar diepere duiken. Maar wat ook belangrijk is, is misschien bij apneeduiken te kijken, is men nog altijd alert. En men kan ook gaan kijken bij kinderen, zijn er pathologische condities? Men neemt bepaalde medicaties in, gaat men kijken bij kinderen ADHD. En weet ook dat veel duikers een aantal antidepressiva en tranquilizers innemen en kunnen we kijken, heeft dat ook een invloed op onze cognitieve functie met het duiken. Laten we dan ook eindigen. En ik denk in deze conclusie kunnen we hier nu van die hele studie zeggen, literatuur met kinderen en duiken is heel weinig. Toen ik mijn studie met die 213 kinderen of 300 kinderen deed, is dat de enige studie die overgebleven is en die er nog altijd is. En dat is gewoon maar een prospectieve, beschrijvende studie. Pilootstudies om met cognitieve aspecten en duiken, er zijn een aantal standaards, maar die komen uit de luchtvaartgeneeskunde. Wij hebben die gebruikt in het duiken met volwassenen. En we hebben nu toch ook een aantal met kinderen. We willen heel die standaards eens samenbrengen. En we weten dat die standaards wel bruikbaar zijn, want zij dalen niet tijdens het duiken. Men is alerter tijdens het duiken, wat ons de mogelijkheid geeft om in die domeinen verder te werken. We denken zeker dat de CIMA's richtlijnen en standaards voor duiken en kinderen een veilige omgeving geven voor de kinderen. En ik denk dat we zeker met kinderen een grotere populatie moeten studeren. We moeten zeker onder water blijven, in een real-life situatie blijven meten. En ik denk dat en de flikkertest en de PVT-test zeker testen zijn die we gaan ingebouwd zien in ons duikcomputermateriaal. Om dan te eindigen, kinderen en duiken, je doet een hele grote wereld over. En ik kan zeker een andere presentatie geven op al mijn medische onderzoeken bij kinderen, want ik heb daar veel geleerd en heel grappige verhalen. Maar ik zou eindigen, kinderen en duiken is een beetje gelijk Alice in Wonderland van Lewis Carroll. Alice was verloren en ze was in het bos en ze wist helemaal niet meer waar ze moest gaan. En ze kwam de kat tegen en ze vroeg dan aan de kat, kan je mij niet tonen waar ik naartoe moet gaan? En de kat die zei dan, ja, dat hangt helemaal af waar dat je wilt gaan. En Alice was zo verdwaald, zo aan het wenen, zei, het kan mij niet schelen waar ik naartoe ga. Ja, dan zei de kat, neem dan eender welke richting. Het is identiek hetzelfde met kinderen en duiken. Van in het begin moet je weten waar dat je naartoe gaat. Anders begin er niet mee. En ik dank u voor uw cognitieve aandacht tijdens dit late avonduur. Oké, Guy, ontzettend bedankt voor je instructieve presentatie. Ik zou zeggen het motto van Alice in Wonderland. Als je niet weet waar je heen gaat, dan kan je overal naartoe gaan. Dat geldt volgens mij nog steeds voor de huidige bewoner van het Witte Huis, zou ik zeggen. Dat even terzijde. Ik heb een aantal vragen. Eén is van Thijs.
zegt, was de zinkoper die jij noemde als een accident, was dat een zinkoop aan de oppervlakte of een shallow water blackout onder water na hyperventilatie? Ja, het was een shallow de onder water en al die twee die accidenten zijn alleen maar in het zwembad gebeurd. Tijdens de 2000 open waterduiken hebben we geen enkel accident gehad. Het is, je moet goed opletten indien je aan een kind zegt, we gaan een korte apnee doen en de gevraagd om te hyperventileren. En dan gaat één kind zeggen, oh, mijn masker lekt en dan ga je naar dat masker kijken en het andere of de twee andere kinderen blijven hyperventileren, dan kan je ook zo'n syncope zeker verwachten. En met zo'n syncope is zeer angstaanjagend, want richtlijnen bij ons zijn syncopen in het zwembad, is naar het ziekenhuis, is een heleboel onderzoeken en de ouders die denken dan duiken is uitermate gevaarlijk en ze moeten er absoluut mee stoppen. We willen niet meer dat ons kind verder doet. Te vermijden. Oké, een goede instructie is essentieel hierbij natuurlijk. Dan was er nog een vraag van... een van de resultaten was dat niet ervaren duikers na een duik een snellere verbetering van de cognitieve functie toonden dan ervaren duikers. Hoe kan je dat verklaren? Of is dat alleen een observatie? Heb je daar nog een gedachte over? Het is een observatie. Het enige wat wij, als wij daarover die resultaten discuteren, is het duiken is niet uw normale... is niet fysiologisch, maar we kunnen ons duidelijk aanpassen aan de onderwaterwereld. Vandaar dat je ook je hersenen in een hogere alertheidsstaat zet. En ik denk de kinderen die geen ervaring hadden, die keerden ook veel vlugger naar hun normale toestand terug. De anderen waren waarschijnlijk relaxer en bleven in die onderwaterfolie met hun hersenen verder gaan. Een tijdje na het buitenkomen uit het water. Oké, ja goed, dat is altijd een beetje speculeren natuurlijk. Maar nog twee korte vragen. Zijn de groepen van de studie gecorrigeerd voor de leeftijd? 8, 9 tot 12? Nee, dat hebben we... die groepen waren veel te klein om dat te doen. En dat is ook de moeilijkheid van kinderen en duiken. Indien je ze in kleinere groepen begint te zetten, dan heb je geen statistische power en dan wil het niet zoveel zeggen. We zouden een veel grotere groep, dat is een van mijn slotbesluiten, we zouden veel meer kinderen moeten onderzoeken om daar besluiten te kunnen over trekken. Niet zo eenvoudig om studies met kinderen op te zetten. En dat allemaal mooi te standaardiseren. In dezelfde tijdstippen. Je begint liefst met studies met kinderen en duiken zijn studies die je kan doen van pakt Pasen, de einde april tot juni. Dan zijn er de vakanties en in september kan je nog september rekenen, maar oktober wordt het al terug te koud. Ja, dat is zeg maar wat er nu al gedaan is, is natuurlijk toch al een hele prestatie. Hoor. Dat kan ik niet anders zeggen. Een laatste vraag nu is, in Zeeland komen er 4 duikertjes per jaar ongeveer met drowning en near drowning veroorzaakt door paniek. Waren de testen niet in een te veilige omgeving? Uiteraard waren de testen in een veilige omgeving, hè, want wij hadden een zeer goede zichtbaarheid nodig, anders konden we de kinderen met elkaar niet vergelijken. Hè. En vandaar dat we de testen, we hebben in Zeeland is geprobeerd, maar de zichtbaarheid was niet altijd dezelfde. En dan waren de resultaten op een flikkertest helemaal anders. Dat is uiteraard zo, maar dat kan ook gebeuren. Studies kunnen dan meer in real life gebeuren en dan meer in Zeeland met een iets minder goede zichtbaarheid. Maar je moet dan ook weer denken aan standaardisatie van al die studies, hè? En resultaten. Ja, misschien moet je wel niet duiken met kinderen in Zeeland vanwege de slechte zichtbaarheid. Maar goed, dat is een ander verhaal. Guy, ontzettend bedankt. En we gaan nu even door naar Diederik. Diederik die gaat zichzelf presenteren en een bijzonder gadget. Nou, hartelijk dank. Het gaat om het volgende. We hebben natuurlijk nu een aantal dingen gehoord... over kinderen, dat je ze niet te zwaar moet belasten met zware flessen en loodgordels.
dat je de diepte duidelijk moet beperken en dat ook scherp in de gaten moet houden. Want voor je het weet zitten ze niet op 5, maar op 10 meter, als je niet oppast. Trimvesten, die dus goed van maat moeten zijn, maar 2 jaar later kan je weer een nieuwe kopen. En toen was het aardige dat ik met dit in het achterhoofd iets tegenkwam. En dat is het volgende. En het is al even een soort vraag. Zou het voor het duiken met kinderen nuttig zijn om iets te gebruiken waarbij de kinderen nooit dieper kunnen dan die 5 meter? En ze hebben geen trimvest nodig, ze hebben geen lood nodig. En toen dacht ik van, hey, zou dat toch interessant zijn? En ik heb het nu over hetgene wat komt, maar ik wil even heel duidelijk zeggen, het is natuurlijk een commercieel iets en ik heb geen enkel belang daarbij. Maar het gaat om de StepDive. En dat is een apparaat waarbij dus de kinderen alleen zeg maar een ademautomaat hebben. En die je dus op deze manier, en ik vind dit plaatje wel het meest instructief, waarbij je kan zien dat ze zwemmen aan een luchtslang. We kennen dat van... Diederik, mag ik je even onderbreken? Want je hebt je ding nog niet geshared. Oh my god. Oh, dat is jammer. Dan ga ik dat nu met... Dank dat je dat zegt, want mijn enthousiasme was alweer groot. Absoluut. Zo zie je maar weer. Ik kom er even terug. Dus, is het nuttig dat je een apparaat hebt met in het achterhoofd, wat ik zo net noemde, waarbij de kinderen nooit dieper kunnen en geen trimvest nodig hebben, geen lood enzovoort. En ik kwam toen iets tegen, wat natuurlijk commercieel is. Dus ik heb geen enkel belang, financieel of wat ook. Alleen ik vond het nog wel interessant om het hier te tonen. En het gaat dus om de StepDive. Je kan het nu zien, Rink? Ja, zeker. Top. En dat is eigenlijk een systeem waardoor de kinderen, en ik vind dit plaatje eigenlijk het meest illustratief daarvoor. De kinderen die zijn aan een ademslang, zoals je ook wel duikers hebt in het verre oosten. En die slang die kan zelfs nog, dat zal ik zo laten zien, beperkt worden in zijn lengte en dus diepte. Er gaat 1 officiële duiker mee. Hier zie je de dieptebeperking. Dit is het sleetje waar het aanhangt. Je kan dus een zak meenemen om ze awareness te geven over de vervuiling van de oceaan. De geregistreerde duiker heeft een goat bij zich, waarbij dus de inhoud van de fles in de gaten kan houden. Dit is een stabiel ding. En het is natuurlijk eigenlijk heel erg aardig, want de kinderen hebben alleen een ademapparaat. Nou, en van de fabrikant is dit eigenlijk een beetje de achtergrond. En dat klinkt op zich helemaal niet zo gek. Nou, welke uitvoeringen zijn er? De StepDive Mini, de StepDive Family en de StepDive Professional. Nou, de StepDive Mini, dat is de drijver met een slang eraan. Dit is de luchtfles. Dit is even een voorbeeld van hoe de luchtfles eronder hangt. Dit zou dan heel nuttig zijn als je zelf een zeilboot hebt en er komt een tros in de schroef. En met dat ding, je kan natuurlijk een ponybottle gebruiken die je om je schouders hangt. Maar je kan eventueel met verdere zwemafstanden, kan je ook dit ding gebruiken. Dan heb je dit krijg je er allemaal bij. Dan heb je de family voor 2 of 3 gebruikers. En helemaal gecertificeerd. En je hebt dus 2 keer 7 meter slangen. Of 3. En die kan je dus ook in lengte weer fixeren. Zodat je zeker weet dat de kinderen niet dieper komen dan het aantal meters wat jij wil. Dan heb je nog een professional. Daar kan je zelfs mee tot 12 meter onder ijs duiken. Maar dan heb je dus nog steeds het wak boven je. Zodat je geen risico loopt met als je naar boven wil, dat je het wak niet meer kan vinden. Nou, al met al wilde ik dit even snel laten zien, omdat ik wel dacht van, hey, is dit nou leuk? Is dit nou nuttig?
om kinderen te laten wennen aan het zwemmen, maar relatief vrij, met alleen eens een rugslang en verder geen andere zaken. En zonder dat ze te maken hebben met buoyancy of out of air of loodgordels die af kunnen vallen. En dit is eigenlijk mijn verhaaltje. Oké, nou bedankt. Het is een dingetje waar we natuurlijk naar kunnen kijken. Ja. En een praktisch vraagje. Als het kind de ademautomaat uit de mond laat vallen en meteen naar de oppervlakte schiet, is dat een probleem voor de veiligheid? Op 5 meter lijkt me dat niet. En dat is natuurlijk het voordeel dat ze niet dieper gaan. Oké, goed. Ja, dat is natuurlijk... Kan ik iets vertellen over de ademautomaat? Sorry. Die ademautomaat zit ook vast aan die vest. Dus als die uit de mond valt, die valt nooit ver weg. Die blijft binnen een halve meter bereik. Oké, ik denk dat we omwille van de tijd eventjes de andere vragen parkeren. Ja. Diederik, de laatste presentatie, zou je die willen aankondigen? Ja, zeker. En dan de vragen die kunnen we dus beantwoorden eventueel via de later. Zeker. Als jij eventjes uit de sharing wil gaan. Ik ga nu uit de sharing. Perfect. Dan... zou ik zeggen, kondig onze harde werkers maar even aan. Ja, zeker. En dat is de volgende presentatie. Die kan ik ook nog wel even laten zien. Als het goed is, komt die nu. De volgende laatste presentatie is de presentatie van Martijn Buwalda en Bram Querido. Standpunt van NVD, de update, helemaal... volgens de laatste normen. En het is zelfs afgelopen december gepubliceerd in toch wel een heel gerenommeerd tijdschrift. Nou, bij deze. Als het goed is ben ik eruit. Ja. Bram, je bent gemute. Bram, je bent gemute. Ik ben gemute. Helemaal goed. Zo, ben ik te verstaan? Prima, ben ik te verstaan? Ja. Oké, sorry voor deze kleine hiccup. Welkom bij deze laatste presentatie van de webinar. Met een korte toelichting op het nieuwe standpunt van de NVD, Kinderen en Duiken. Allereerst mijn complimenten voor de vorige sprekers met een zeer leerzame presentaties. Guy van der Hoven, weer bedankt voor je toelichting op waanzinnig interessante prospectieve studie. Daar zijn er niet zoveel van in over de hele wereld, prospectieve studies met kinderen. Wellicht is er maar één en daarvan ben jij de auteur. Dus bedankt voor je presentatie. Ja, zo ziet het er dus onder water uit met de kids. Martijn en ik hebben geen potentiële belangenverstrengeling. Helaas misschien. Het zou wel aardig zijn voor
een belangenverstrengeling. We zijn al geïntroduceerd door Diederik, waarvoor dank. Maar Martijn, voor de kijkers die het niet weten, inderdaad bestuurslid van de NVD, anesthesioloog en DNP. Ik ben psychiater, psychotherapeut en med level 1 en daarnaast bodystrafinstructeur en eveneens lid van het bestuur. Ja, een nieuw standpunt. Waarom nou eigenlijk? Het vorige standpunt dateert uit 2003, onderbouwing onderbreekt. Er zijn steeds meer kinderen die gaan duiken en er is geen, let op, geen toename van duikongevallen. In 2003 is het alweer dat de NVD het vorige standpunt heeft geaccordeerd en destijds ontbrak de wetenschappelijke onderbouwing daarvoor. Later is dat standpunt vervat in een hoofdstuk in het boek Duikgeneeskunde, wat 3 jaar later dus is gepubliceerd. En ook daar is de onderbouwing van het standpunt zeer sumier. Waar Martijn en ik toen we hier aan begonnen aan deze klus van standpunt en artikel, het in ieder geval direct al hardgrondig over eens waren, dat was dat het hele onderwerp waanzinnig veel emoties oproept, die soms de ratio drastisch overstijgen. Enerzijds zien we de collega's die zeggen, ja, kinderen onder de 14 moeten absoluut niet duiken. En de redenen die zijn vooral ingegeven door emotie. Anderzijds zien we natuurlijk ook eerlijkheid gebied mij om dat te zeggen, zien we ook boze ouders en instructeurs als er een gefundeerd advies ligt om het kind niet of nog niet te laten duiken. Het is overigens zo dat, als ik nog even terugkom op die duikongevallen, er zijn duikprogramma's die speciaal voor kinderen zijn opgezet, vooral in Amerika. Een van die programma's is Kids Sea Camp. En ik heb gecommuniceerd met een van de oprichters van die camps en het blijkt dat die al 20 jaar bestaan. En het interessante van het hele verhaal is dat er meer dan 7000 kinderen in 10 jaar zijn opgeleid en gecertificeerd. Meer dan 21.000 kinderen hebben met hun ouders en over de hele wereld gedoken in zo'n sea camp. En wat is nou het aardige? Dat de veiligheidsrecords, die zijn echt heel goed. Sterker nog, 0 duikongevallen. Dat geeft je te denken. Een kanttekening is natuurlijk dat het is in tropisch water, het zicht is goed. Maar overal zien we in West-Europa toch echt ook geen toename van duikongevallen. Ondanks dat kinderen steeds meer gaan duiken en ook op jonge leeftijd. De realiteit is dus dat steeds meer kinderen gaan duiken. En de NVD is van mening dat we een taak hebben om die kinderen een goed preventief duikmedisch onderzoek aan te bieden en kinderen van ouders van goed advies te voorzien, zodat die kinderen een veilig en verantwoorde duik kunnen gaan maken. Ja, dat standpunt van 2003, wat valt nou op hier? De leeftijdsgrens 14 jaar, er is wel een medische keuring. Maar geen fit to dive, geen fit to dive of niet fit to dive, alleen een advies, ga niet duiken. En ook geen verklaring, je bent geschikt. Dus kinderen onder de 14 jaar waren ongeschikt om deel te nemen aan duiken met perslucht. Ze konden wel gekeurd worden, maar zij en hun ouders krijgen dan te horen van ja, je mag niet duiken. We vinden het eigenlijk heel onverstandig. De realiteit, de praktijk is dat die kinderen dan naar het buitenland gaan en daar alsnog gekeurd moeten worden. Of de
duikerartsen gewoon passeren en naar het buitenland gaan. Dat vonden we toch niet zo wenselijk. En we willen graag die kinderen zien en een goede inkeuring doen. Ja, standpunt of richtlijn. Er is natuurlijk een verschil tussen een standpunt en een richtlijn. Het is belangrijk om te weten dat het hier een standpunt betreft. En een standpunt geeft handvatten voor goed medisch handelen en berust op expert opinion. En het is geen richtlijn dus die aanbevelingen doet, die berust op wetenschappelijk onderzoek, ook weer ondersteund uiteraard door expert opinion. Een richtlijn heeft dus ook meer een dwingend karakter. Dit geeft handvatten en geeft wel richting aan het denken en het handelen. Ja, wat is er nou nieuw? Er zijn eigenlijk 7 dingen die er nieuw zijn in dit standpunt. En dat begint met de duikuitrusting, de medische onderbouwing, het belang van de eerste keuring, de aanpassing van de leeftijdsgrenzen, de watertemperatuur, ouders en instructeur die erbij betrokken worden en de parental pressure. Veel van deze zaken zijn natuurlijk al in de vorige presentaties genoemd. Ik kom er toch nog even op terug. Ja, zowel Kees als Guy Thomas hebben het al gehad over die duikuitrusting. Goed pak, seals, mondstuk en passend BCD, masker, snorkel, een kleine fles, geïntegreerd lood. Het spreekt bijna voor zich, maar toch echt als party-instructeur heb ik zelf veel kinderen aan de kant gezien, zien bibberen van de kou, met een pak waar het water vrolijk in en uit gutst. En kinderen met duikflessen van 10 liter en 10 liter, dat zijn forse flessen. En die flessen waren soms groter dan het kind zelf. Die kinderen konden die 10 liter fles nauwelijks optillen. Dus de praktijk is duidelijk. Zorg voor goede uitrusting. Maar, of de theorie is duidelijk. Maar in de praktijk valt het flink tegen wat we zien gebeuren. En ook hier ligt denk ik wel een belangrijke taak voor ons als artsen, om de ouders hier ook van bewust te maken. Let er nou eens op, als het kind gaat duiken, dat ze passende uitrusting hebben. En ik weet dat de meeste duikscholen, Kees is een uitzondering, gelukkig, maar de meeste duikscholen hebben niet voldoende passend materiaal voor de kinderen. Ja, er staat ook geïntegreerd lood. Dus waarom geïntegreerd lood? Kinderen hebben smalle heupen. En een van de ongevallen die ook wel in de DANCE-statistieken terugkomt, dat is het lood wat van het kind afglijdt. Gewoon omdat het kind smalle heupen heeft. Dus vandaar een advies, geïntegreerd lood. Ja, daar komt die dan. De psychiatrie en psychologie. Ik heb al heel veel hierover gehoord. En ik sta hier dan ook iets langer stil. Niet vanwege mijn kennis, maar vanwege dat het vaak een twistpunt is in de hele discussie. Dankzij executieve functies, ik gooi er meteen een heel ingewikkeld woord in, wat je ook hier op de tekst die je ziet, executieve functies, waar gaat dat dan over? Planning, organisatie, gedrag. Dus het aanpassen aan nieuwe en onverwachte gebeurtenissen en volgehouden aan aandacht. Het zijn overigens functies die ik ook test bij kinderen van 17, 18 die bij me komen voor een CBR-keuring. Daar worden ook aandacht besteed aan die executieve functies. Van hoe ga jij om met een onverwachte gebeurtenis? Hoe is het met je impulsiviteit? Hoe is het met je aandacht? Nou, dankzij die executieve functies kunnen we dus plannen, organiseren, onze aandacht ergens op richten en de uitvoering van een taak volhouden.
Nou, die ontwikkelen zich vanaf de vroege kindertijd en inderdaad tot ver in de adolescentie. Met als gevolg van een gevolg is een toename van werkgeheugen, selectieve aandacht en een afname van impulsieve reacties en een groeiend vermogen om de aandacht te richten op een bepaald doel of een bepaalde opdracht. Hoe te testen? Nou, Guy heeft daar al een mooi verhaal over gehouden. Hoe moet je dat nou testen? Dan zit je in het zwembad. Maar wij krijgen zo iemand in de spreekkamer. En hoe gaan we daar dan mee om met die, ja, het zijn mooie termen, executieve functies, aandacht. Nou, begin eerst eens in de spreekkamer met te kijken hoe reageert jouw kind op je vragen, hoe reageert hij op onderzoek. Er zijn kinderen die niet blijven zitten, die de kamer doorrennen. En er zijn kinderen die heel prima reageren in je spreekkamer. Daar begint het mee. Bij twijfel kun je altijd een psychologisch onderzoek aanvragen. Dat is de probleem niet. Maar er zijn veel bronnen die je kunnen informeren, zoals de instructeur, eventueel school. De ouders zijn prima bron van, voor een hetero-anamnese. Ik wou toch even een kleine zijstap maken, want Thomas heeft het gehad over de emotionele instabiliteit bij kinderen. Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat wel meevallen, die met die instabiliteit, emotionele instabiliteit bij kinderen. Ik vind dat eerder een probleem van volwassenen. De kids, die vind ik in de regel emotioneel altijd uitstekend qua emotie. Het is meer de volwassenen die daar vrij instabiel mee omgaan. Ook het beperkt vermogen om allerlei wetten te begrijpen. Asher en ik hebben toch aardig wat kinderen opgeleid en we kunnen beide zeggen, ik denk dat Kees dat ook direct zal onderschrijven, hoop ik tenminste, dat het wel meevalt met het begrip. Die kinderen die krijgen toch vrij veel lastige theorie voor hun kiezen en ze begrijpen het, ze scoren goed op hun examens en ze moeten daar ook examen in doen en dat wordt echt getest en het valt reuze mee wat ze begrijpen. En ik vind het eigenlijk ook belangrijk hoe ze zich onder water gedragen. En dat gaat goed. Dan ADHD. Ja, het is een relatieve contra-indicatie vanwege de executieve dysfunctie. Dus een verminderde aandacht, verhoogde afleidbaarheid. Maar let wel... ik ga hier verder niet op in, omdat er is een apart standpunt voor. Overigens, dit standpunt valt ook terug te lezen op de site van de NVD. KNO. Ja, ook hier is natuurlijk al aandacht aan besteed. Ik noem het alleen even de nauwere en kortere, minder kronkelige buis van Eustachius tot 8 jaar. Wat we belangrijk vinden is vraag naar de voorgeschiedenis. Trouwens steeds weer een terugkerend thema. Vraag naar de voorgeschiedenis. Anamnese, heel belangrijk. Is sprake van een buisdysfunctie in het verleden. Extra aandacht voor het klaren. Laat de kinderen klaren als je in de oren kijkt. De longen. Onder de 14 zijn de kids gevoeliger voor bronchovernauwende triggers, zoals koude, droge lucht en inspanning. Dus astma en of tekenen van bronchiale hyperactiviteit niet duiken. Belangrijke regel, onthou hem. Astma of tekenen bronchiale hyperactiviteit niet duiken. Boven de 14 jaar geldt voor dit onderwerp de richtlijn voor volwassenen. Dan het hart. Kinderen met congenitale hartafwijkingen, pulmonaire hypertensie en of persisterende rechts-links shunts zijn ongeschikt om te duiken. Eigenlijk een inkoppertje, maar we noemen het wel. De keuring tot 18, een eenmalige keuring, tenzij er in de tussentijd wijzigingen zijn geweest. 8 tot 10 jaar, dat zijn de kinderen in het zwembad, een eigen verklaring voldoet.
bij de kinderen die alleen in het zwembad zitten. Een overzicht van de drie eigenlijk belangrijkste organisaties voor Nederland. PADI, SSI en NOB. PADI natuurlijk de grootste, 75% van alle duikbrevetten over de hele wereld. Wat we zien is, wat direct opvalt, is PADI en SSI open watergrens van 10, NOB van 12. Beide met een dieptebeperking die weer verschilt van de dieptebeperking in het van open water en zwembad. Nou, hoe vertaalt dat zich nu in ons standpunt? Van boven naar beneden, 8 tot 10 alleen verwarmd zwembad met toch forse temperaturen met een eigen verklaring. 10 tot 12, ons advies is alleen een tropisch buitenwater, dus met temperaturen rond de 25. De kinderen van 12 tot 14 vinden wij geschikt om in het Nederlandse buitenwater te duiken zonder stroming of getijdenwerking. Geen lange, geen getijden, geen stromingsduiken. En het is al even voorbij gekomen. Een heel goed advies van Rink, of eigenlijk een goede vraag. Waarom kinderen laten duiken in Zeeland, waar we van weten het zicht is daar vaak erg beroerd. Plus onverwacht toch, ondanks dat je daar in de Gevelingen zit, kom je toch onverwacht ook wel eens een stroming tegen. Dus advies, kijk uit met het zicht. Het zicht vind ik persoonlijk wel erg belangrijk hier. Boven de 14 gelden de voorwaarden zoals bij volwassenen. Onder de 16 tenslotte geen decompressieduiken. Ook dit is al genoemd, de hypothermie. Kinderen zijn natuurlijk extra kwetsbaar voor onderkoeling. Ook hier ligt weer de belangrijke taak voor de sportduikarts. Ik heb dat al genoemd, zorg voor passende uitrusting. En spreek ook duiken af die beperkt zijn in duur, ook in tropisch water. Ook dat is een schot voor open doel, maar onze lichaamstemperatuur ligt toch iets hoger dan de 25 graden of 26 graden van Curaçao. Dus spreek de duiken af die beperkt zijn in duur. Het buddy-systeem, ook daar is al flink wat aandacht aan besteed. Moet dat nou wel? Kan een kind een volwassene helpen, ja of nee? Ja, wij hebben het als volgt geformuleerd. Een advies, en dan gaat dat advies over recreatief duiken, dus buiten het opleidingsduiken om. Laat het kind begeleiden door twee volwassenen en bij voorkeur ervaren buddies. En in plaats van dat je een jongetje van 15, ik zag het bij Kees terecht voorbij komen, laat begeleiden door een tussen aanhalingstekens volwassen duik van 18. Hier speelt natuurlijk common sense een belangrijke rol. Als je erover nadenkt, dan laat je zo'n kind natuurlijk niet onder water gaan met een onervaren jongere buddy van net 18. Ook dat is al genoemd door Guy Thomas, maar ik ben het volstrekt met hem eens. Ik denk zelf dat het nog belangrijker is dat de duiker, de volwassen duiker die het kind begeleidt, zelf in goede fysieke en mentale conditie is. En daar ontbreekt het natuurlijk flink aan vaak. Overleg. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om goed overleg te hebben met ouders en de duikinstructeur. De overgrote meerderheid van de kinderen die Asher en ik hebben gezien voor opleiding, komen vaak voor een SEAL-team. Dus die hebben al een aantal, die doen al een aantal duiken in het zwembad. En in dat zwembad, moet ik zeggen, hebben we al heel vaak een goede indruk kunnen vormen van
problemen. En het is niet zelden dat we een kind onder water in de problemen zien komen. Bijvoorbeeld door een psychiatrische beperking. En we bespreken het met de ouders en we geven adviezen. En in 9 van de 10 gevallen gaat het prima. En er zijn ook ouders die daar niet zo tevreden mee zijn en een andere duikschool zoeken. Dus overleg met de duikschool, met de instructeur, is heel zinvol. Op het moment dat er geen duiken zijn gedaan in het zwembad, adviseer de ouders en het kind om eens gewoon eens een proefduik te gaan doen. Ten slotte is het, vind ik, maar ook dat is een bekend gegeven, dat wij als duikerartsen, daarbij gaat het niet zozeer om, gaan we nou iemand fit to dive of niet fit to dive achten, maar het gaat om een adviserende rol. En die adviserende rol is heel belangrijk. En daar hebben we zeker autoriteit en gebruik die. Ook dit is al genoemd, ik val in herhaling, ik weet het, maar Guy Thomas heeft al terecht genoemd, wees beducht op die ongezonde druk van ouders. De parental pressure, die is er. En hoe ga je daarmee om? Hoe communiceer je dat aan de ouders? Als psychiater vanuit een hele andere rol zie ik in mijn spreekkamer de ellende van kinderen die volwassen zijn inmiddels, die opgegroeid zijn met ouders die veel te hoge druk op de kinderen hebben gelegd, veel te hoge verwachtingen hebben gehad, veel te veel hun eigen zin hebben doorgedreven en daardoor later mee in de problemen komen. Je kunt het signaleren, je kan het niet altijd tegenhouden, maar soms is het al heel fijn als je het kind meegeeft van, weet je, als jij tennis leuker vindt, ga tennissen. En het zal niet altijd opgevolgd worden, maar ik denk dat zo'n advies van een arts het kind echt nog wel lang bijblijft. Ja, even een poll. Archer. Yes, komt-ie. Nou, mensen worden wakker. Ja, dankjewel. %70. %80, we zijn er bijna. Misschien dat je alvast kan kijken naar hun vragen. Geef de uitslag maar, Asher. Ja. Yes. Oké. Share results. Ah, iedereen heeft wel wat te zeggen. Kijk, ik word heel blij van de 80%. En uiteraard, ik snap goed dat die onvolledig is. En ik hoor graag van de collega waar ze nog aanvulling zien. Dat kan uiteraard schriftelijk. Het is natuurlijk wel zo, het standpunt ligt vast. Maar voor de toekomst is het goed dat we beseffen dat het een levendig document is. En dat het in de toekomst aangepast kan worden. De onderbouwing kun je vinden in het artikel. Diederik heeft het al genoemd, de guideline. Children and Diving, afgelopen december gepubliceerd in Diving in Hyperbaric Medicine door Martijn, door professor Rob van Hulst en door mij. Dit was het. Als er vragen zijn, Rienk, ik hoor ze graag. Oké, dankjewel Bram. Natuurlijk zijn er vragen, maar omwille van de tijd wil ik het beperken tot een korte sessie, een vraag van Maaike, die zegt van ja, een veelgehoorde opmerking door de ouders tijdens de keuring van kinderen
is dat dit de enige sport is waar mijn kind in kan meekomen en ook echt rust vindt. En hoe gaan collega duikerartsen daarmee om? Dus ik voel daar een soort pressie van die ouders om dat dan toch maar goed te keuren. Wat is jouw gedachte daarover? Nou ja, je zegt het al heel goed. De druk om goed te keuren. En ik denk dat de aanwezige collega's dat zeker zullen herkennen op allerlei terreinen, in alle specialismen die ze uitoefenen, zal er een vorm van druk zijn om een bepaald onderzoek te doen, om een bepaald onderzoek niet te doen, om iemand goed te keuren of juist af te keuren, om een verklaring af te geven, om een verklaring niet af te geven. En daarbij geldt het steeds in hoeverre ben je daarin integer en kijk je, vind ik deze persoon geschikt of niet geschikt? En op het moment dat ik een kind op jonge leeftijd met ADHD zie, waarvan ik denk, ja, die aandacht, de concentratie, de hyperactiviteit is van dien aard, soms nog met een dubbele medicatie, een antipsychoticum en de methylphenidaat, de risperidal voor de verhoogde prikkelbaarheid, dan leg ik uit, ja, ik snap het, maar ik kan je niet goedkeuren om deze redenen. Het is een verhoogd risico, de medicijnen geven toch een verhoogd risico op vermeend hoogt risico op stikstofnarcose. Dus wachten nog een aantal jaren in ieder geval. En er zijn, ik moet zeggen, er zijn genoeg ouders die het ook snappen als je het goed uitlegt. Er zullen ook artsen zijn of ouders zijn die zeggen van ja, ik zoek er iemand anders op. En die zullen boos worden. Maar ja, dat is inherent aan ons vak. Ja, je hebt natuurlijk een aantal van die shoppers. Hè. Dat komt in de sportgeneeskunde ook heel duidelijk voor. Dat doe je helaas niet zoveel aan. Behalve dat je af en toe nog eens een advertentie leest van iemand die recentelijk is overleden. Die jij had afgekeurd. Nog een vraagje. En dat gaat eigenlijk een beetje voorbij de kinderen. Is de vraag over adolescenten. Over 20% van de kinderen zijn te vergelijken als een auto zonder remmen, volgens de neurowetenschappers. Adolescenten vormen dus een risico. Wat zou je daarop zeggen? Ja, een wat voor risico? Nou ja, het feit dat hun executieve functies nog niet zo goed ontwikkeld zijn. Dat kan trouwens ook tot hoge leeftijd kan dat nog wel in gebreken blijven. Hoor. Dat heb ik uit eigen observatie gezien. Ja, sowieso. Maar het is niet zo dat die executieve functies een dermate groot risico vormen bij de adolescenten, dat ze alle kanten uitspringen en dat de risico's van die mate, van dermate aard zijn, dat we dat terugzien ook in de duikstatistieken, in de duikongevallen. Ik denk, als ik mag aanvullen, Bram, je kan het een beetje vergelijken met het kind dat op 8-jarige leeftijd gaat fietsen en naar school gaat. En met het verkeer moet rekening houden. En ja, dat zullen niet alle kinderen even goed doen. En er zullen wat gehinderd zijn door niet volledig ontwikkelde executieve functies. Maar toch fietsen ze. En dat gaat gelukkig meestal goed. En zo is het ook met duiken, denk ik. Ja, ik wou daar ook nog één ding op aanvullen. Een voorbeeld wat Kees gaf. De duiker die het kind wat onder water gaat en alleen aandacht heeft voor haar of zijn kompas. De kompasduik is duik 3 in de opleiding. En Asher en ik kennen de duikers die in duik 3 zitten en die een kompasduik doen. En ik ben zelden een volwassen duiker tegengekomen in duik 3 die aandacht heeft voor zijn buddy, die aandacht heeft voor de hoogte. Want ze verliezen allemaal hoogte met het kompas in hun hand. En die aandacht heeft voor een omgeving. En dat zijn de volwassen duikers. Dus laten we dat ook niet vergeten, dat de volwassen duiker net zo goed een verstoord aandacht en concentratie heeft. Zeker de beginnende volwassen duiker.
Bram, ik denk dat het een wijs woord is. In feite zijn we natuurlijk als volwassenen ook voor een groot deel kind. Met gebrekkige beoordelingsvermogen en aandacht- en focusproblemen. Ik wil je hartelijk bedanken voor het voetlicht brengen van de standpunten van de NVD over kind en duiken. Ik wou zo meteen het woord geven aan Diederik weer om af te sluiten. Ik wou toch voor die tijd nog eventjes uw aandacht richten op het volgende webinar van de NVD op 28 januari 2021. Ook om 19:30 avonds inloggen vanaf 7:00 samen met de Stichting Heart to Move onder de titel Te land, ter zee en in de lucht. Interessante sprekers en onderwerpen, onder andere collega Buwalda over hypoxie onder water, de collega Freiters van de luchtmacht over hypoxie in de lucht, collega Buikema, cardioloog, cardiale gevolgen van COVID-19, infectie en hervatting sporten en duiken, en collega Condeur, sportarts over het onderzoeken van de COVID-19 patiënt en hervatten van sporten en duiken vanuit dat perspectief. Ik wou je iedereen bedanken, die heeft gekeken. Ik wou Diederik weer het woord geven voor de afsluiting. Nou, hartelijk dank. Ik wilde nog even de laatste diaatjes laten zien. En share screen heet dat dan. En als het goed is, komt hij nu. Ik wilde even heel kort zeggen dat ik een aantal vragen gezien heb vanwege een hele kleine leemte in mijn presentatie over die step dive. En het is dat dus het mondstuk bij de kinderen toch ook aan het vest vast zit, zodat ze het niet zomaar kunnen verliezen. En dat natuurlijk iedereen weet dat zelfs in een zwembad je een longbarotrauma kunt krijgen. En dat je dus niet, dat je wel even iets van voorbereiding moet doen om de kinderen uit te leggen wat er moet gebeuren om naar beneden te gaan en veilig naar boven. Dat is even kort, want terecht waren er een aantal opmerkingen over. Nou, en dan ontzettend bedankt voor het volgen van dit webinar. Zijn er dus vragen? Dan heb ik hier nog nuttige links. En de laatste is nog de aankondiging van de volgende webinar over een paar dagen. Dank.